Ze zegt: Ik kom dat huis binnen, het is zo duister, ik haat iedereen. Wow. Zelfs mijn eigen kinderen. Als er een intiem moment plaatsvindt, wat heel normaal is, dus het is twee echtgenoten, mm -hmm. zei hij: Begint ze gewoon te huilen. Begin je bijvoorbeeld Koran te reciteren en in één keer begint iemand te schreeuwen, mm -hmm. en allerlei geluiden te maken, etc. Soms begint een gin te praten. Alles heeft een doel en niets is doelloos ontstaan. Vanuit dit idee kwam Purpose tot leven. Door middel van dit merk brengen zij de positieve boodschap van de islam op een subtiele manier over. Zodat mensen geïnspireerd raken om een bewust en gefocust leven te leiden. Check hun op de socials hieronder. Jullie staan nu op het punt om een podcast te bekijken over sihr en het boze oog. En welke manier om jezelf te beschermen is beter dan de manier waar de profeet vrede zijn met hem zichzelf beschermt. In dit boekje vind je meer dan 300 authentieke smeekweden die de profeet ons heeft geleerd waarmee je jezelf kan beschermen. Ga nu naar www.minuutvoorallah.shop en haal jouw boekje vandaag nog in huis. Oester, mm -hmm. ik ben ergens benieuwd naar. Klopt het? Klopt de uitspraak wat veel mensen zeggen, dat als je je veel bezighoudt met uh, onderwerp seher, uh, jin dat 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 dan dat je dan het slechte naar jezelf toetrekt. Dat sommige mensen zeggen dat ja. houdt er niet mee bezig. Ja. Lees, er niet, lees er niet over. Uh, uh, het, vaak, als, je, als mensen beginnen te spreken over gin worden ze al bang, want ze willen er niet over praten. Want ja. ze denken als ik over begin te praten, dan komt het naar mij toe. Is ja. ja. dat uh, al, Klopt dat? Uh, Bismillahir Alhamdulillah. alhamdulillahir rahim wa sallallahu alayhi wa sallam wa rahim wa sallam wa rahim wa sallam wa rahim wa sallam wa wa sallam wa wa sallam Klopt niet. Alleen uh, is het wel belangrijk om even stil te staan bij, bij een aantal punten. En dat is van, uh, er zijn, ten eerste wij als moslims zijn, we geloven. We geloven dus in uh, het waarneembare en we geloven in het onwaarneembare. Uh, jij en ik kunnen elkaar zien, dus we geloven dat we er zijn. Uh, maar er zijn ook schepselen die geschapen zijn door Allah subhanahu die we niet kunnen zien. Mm -hmm. uh, zo zegt Allah subhanahu wa in de Quran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ Voorwaar, ik heb de, uh, de, de schepping van de djinn. Uh, dus, uh, demonen zou je ze mm -hmm. kunnen noemen, uh, en de schepping van de mensheid geschapen om mij te aanbidden. Goed, uh, hier wordt het doel van het leven duidelijk gemaakt, maar tegelijkertijd ook dat er twee verschillende soorten scheppingen zijn. Mm -hmm. uh, dit is even een voorbeeld. Hè? En zo zijn er nog andere voorbeelden van uh, scheppingen die geschapen zijn door last van daden, waarvan sommige waarneembaar zijn en andere onwaarneembaar. Mm -hmm. We geloven ook dat er onder de mensen goede mensen zijn en ook slechte mensen zijn. En we geloven ook dat er onder de, de jin goede jin zijn en slechte jinn zijn. Goede jinn die in Allah geloven. En zo is dat ook in de Koran geopenbaard uh -huh. door Allah van bijvoorbeeld een soort, de jin, het is zelfs genoemd naar de jin. Uh, en dat zij de Koran hoorden en dat ze daarvan overtuigd waren. Ze waren door geraakt. Ze gingen zelfs naar hun volk om de, hun volk op te roepen, uh -huh. naar deze openbaring wat duidt het? Dit duidt op de iman, dat ze gelovigen zijn. Dit duidt op goedheid. Dit duidt op dat er onder hen ook gelovigen waren en dat ze zelfs goede daden verrichten. dat is het oproepen naar Allah subhanahu wa taala. Tegelijkertijd zijn er ook andere uh, uh, schepen of andere uh, jin die juist heel slecht zijn, die juist uh, uh -huh. uit zijn op, 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 op kwaad, die uit zijn op uh, uh, verdorvenheid en uh, cetera. Uh, en ook dat wordt in al onze zinnen bevestigd. Dan terug naar jouw vraag van, uh, dan heb je dat bijvoorbeeld sommige mensen zeggen van, ja, praat daar niet over, mm -hmm. want straks ga je ze juist over je heen halen. Nee, net zoals je goede mensen hebt en slechte mensen hebt, heb je goede djinn, heb je slechte djinn. Ja. Als wij nu praten over dat er in de maatschappij criminelen zijn mm -hmm. en moordenaars zijn, dan betekent dat niet van, praat daar niet over, want straks komt er eentje binnen. Klopt. Uh, zo gaat dat niet. Uh, uh, wij zijn meer bezig met van, hoe kan ik mezelf daartegen beschermen? Ja. En dat kunnen we straks inshallah uh, bespreken, maar uh, we geloven erin. We geloven dat ze er zijn, we geloven dat er goede zijn en slechte zijn, alleen uh, het mag niet zo zijn dat wij angsten bij onszelf aanwakkeren die uh, uh, on, uh, onderbouwd zijn, die zeg maar gebaseerd zijn op niets eigenlijk. En tegelijkertijd, en dit is weer even een keerzijde, uh, zijn er wel moslims die uh, nog niet sterk genoeg zijn in hun geloof, die nog niet een sterke basis hebben van geloof... Die zich meteen hierin gaan verdiepen. Het uh -huh. eerste boek wat ze kopen is bijvoorbeeld, Gaan de bibliotheek binnen. Je hebt echt gewoon 60 of 70 boeken voor je. Met allerlei mooie onderwerpen over het geloof, over yeah. het monotheïsme, over het huwelijk, over goedheid naar de uh, ouders. En wat gaan ze doen? Ze gaan naar zo'n heel eng boek met zo'n zwarte kaft. En daar staat de wereld van de duivels, et cetera. Of de wereld van ja. Yeah. Yeah, yeah, yeah. En beginnen daarover te lezen, terwijl er geen basis is. En dan zien ze achter elke boom een spook. Weet je, van, eh, op een gegeven moment zijn ze alleen nog maar bezig met siher. Yeah. Straks gaat iemand mijn siher doen. Yeah. Eh, dat heb je ook met boze oog. Mensen horen van het boze oog, weten dat het bestaat. Yeah. We horen dat de profeet, salallahu heeft gezegd van... ...het eh, boze oog is waarheid. En op een gegeven moment, alles wat hem overkomt, boze oog. Hij gaat niet leren voor zijn examens. Yes. En als hij dan zakt, zegt hij, boze oog... Uh, Rijdt te hard met zijn auto, uh, vliegt hij door de bocht, ja, boze oog. Uh, en, en ga zomaar. Ze verder. zoeken het op bepaald, overal wat ze zien: alle mislukkingen of alle, mislu uh, ja, onge alle, alle ongelukken in hun leven, alle negatieve wat hen raakt. Ja. Het is bij, uh, keren ze terug naar, naar externe boze ogen of externe zich of wat ja. gedaan is op hun? Of... Terwijl je het helemaal niet kunt ja, weten. Subhanallah. Ja, ja. Als het gaat om CHR uh, heb ik uh, op Instagram wat vragen gesteld aan de volgers. Mm -hmm. En ik, heb, uh, ik was sowieso benieuwd naar nou, wat willen mensen weten erover. Maar daarnaast was ik ook benieuwd of, er, of mensen bepaalde ervaringen hebben met betrekking tot het onderwerp. En ik heb een verhaal hier voor me van, van een zuster. Ik wil die even oplezen en we kijken ja. wat wil ik die samen bespreken. Ik ben een volwassen dame die uit een gezin kwam. Waarvan geluk, respect en eer heel hoog zat. En vooral liefde naar elkaar toe. Ik merkte als klein meisje dat mijn papa niet lief was voor mijn mama. Terwijl dat nooit eerder het geval was. Hij wou ook niks van ons hebben. Van mij en mijn broers en zussen. Na veel imams zijn langs geweest om te kijken waar dit gedrag ineens vandaan kwam, was het. Uh, was het duidelijk geworden dat het kwam door sihr. Yeah. We hebben hier jarenlang, jarenlang tegen gevochten en mijn vader wist hier eigenlijk niets van. Het was een bewuste keuze om dit niet te delen met hem, omdat hij ons voor gek zou verklaren, want volgens hem bestaat sihr niet. Yeah. Zolang je in Allah gelooft. Zij dus gelooft dat als je... Yeah. Dus precies, dus als je in Allah gelooft moslim bent, dat je dus eigenlijk geen sihr hier niet kan raken. Yeah. Uiteindelijk zijn helaas mijn ouders gescheiden. En ik geloof ze zegt, ik geloof in de obstakels van Allah subhanahu wa ta'ala. Ik weet niet precies wat dat betekent. Ja, de beproevingen. Oh, beproevingen, oké. Okay. Ja. Uh, dat dit zo had moeten gebeuren, ja. Maar ik kan het niet laten rusten, omdat ik zeker weet dat dit de aanleiding was tot. Mijn hart breekt met de gedachte dat mijn ouders zo liefdevol naar elkaar waren. En ik wil gewoon thuiskomen en mijn vader treffen op de bank zoals altijd. Uh, ik typ dit met tranen omdat ik hier nooit eerder over heb gesproken. Met iemand buiten mijn gezin om. Ik mis mijn familie en heb moeite met acceptatie dat mijn ouders nooit meer... ...naar elkaar terug zullen komen. Ja. Is dit seher? Uh, dit is een zihar, uh, wellicht seher met betrekking tot het uit elkaar te halen van mensen. Ja. Is het iets wat, wat gebeurt? Ja, ja, het is een hele bekende vorm van seher. Van het is ook pijnlijk om, om, om ja, zo'n ervaring te lezen of te horen. Want dan zie je wat het met mensen doet. Het maakt echt gezinnen kapot. Het maakt gezinnen kapot en dan... Vraag je je soms echt af van wat bezielt mensen eigenlijk? Wat zo. bezielt mensen eigenlijk dat ze zeg maar zo vol zitten met afgunst? Eh, dat ze gewoon mensenlevens, of dat ze echt gewoon ja, mensenlevens kapot willen maken eigenlijk. En niet van één persoon, niet van twee personen, maar van een heel gezin. En eh, soms merk je echt dat kinderen moeite hebben met de verwerkingen van met zoveel vragen mm. zitten. Soms zelfs, uh, misschien zelfs. Uh, uh, um, met zoveel onbegrip zitten van ook hier is het geloof eigenlijk van van ja waarom kan zoiets geaccepteerd worden terwijl in de Koran wordt seher beschreven en sihr wordt genoemd in bijvoorbeeld Surat al-Baqarah en Allah taala legt ook uit dat het een beproeving is aan de mensheid en dat die engelen heeft neerlaten doen dalen met seher. maar zij waarschuwde de mensen ook ze zeiden innama nahnu fitnatun falaa takfur het is een zijn beproeving en wees niet ongelovig. Dat wil zeggen, van net zoals Allah, Allah heeft het goede geschapen en heeft het kwade geschapen. Hij heeft ons gewaarschuwd voor het kwade en hij heeft ons het goede opgedragen. En jij bent nu vrij om de keuze te maken voor het goede of voor het kwade. En Yomel Qiyamah wordt jij of beloond voor het goede wat je hebt gedaan, of je wordt bestraft voor het kwade wat je hebt gedaan. Dus het is één grote beproeving. Net zoals het verkeer: je kunt in je auto stappen en tegen het verkeer inrijden. Met alle gevolgen van dien. Of je kunt zeggen, ik ga me netjes aan de regels van het verkeer ja. houden. Nou, wat hou je dan over? Jij bent veilig en jouw medeverkeersgebruikers zijn ook veilig. Of je brengt jezelf in gevaar en je brengt anderen in gevaar. Zo is precies ook het, het wereldse. En eigenlijk het hiernamaals, als het gaat om het goede en het kwade. Want heel veel ja. mensen hebben hier eigenlijk een beetje onbegrip over. Van Allah kanten accepteert. Nou? Dat iemand ja. zich doet en Allah laat ja. dat toe. Ja, nee, ja. Nee. Allah subhanahu ja. heeft ons gewaarschuwd voor het slechte. Hij heeft ons ook geleerd hoe we onszelf te dicht kunnen beschermen. Ja. En dit zijn allemaal beproevingen. Je kunt ook niet zeggen: van ja, waarom heeft Allah mij voorzien van drie kinderen waar ik heel blij van ben, en eentje heeft het leven van genomen? Ja, dat, dat is het leven. Als je alles wilt wat jouw hart je hartje begeert, dat is in het paradijs. Zag je. Maar hier in het wereldse is het moment van vreugde. Hè? Je wordt blij, je hebt een kind gekregen, je gaat trouwen of je, gaat, je bent uh, uh, geslaagd voor je examen. En daar zit ook een andere kant aan. Ja. Je kunt zakken voor je examen, je kunt een kind verliezen, je kunt ziek worden. Dat is het leven al. Nou. Dat moeten mensen echt gewoon goed begrijpen. Het leven is al bedoeld als test. Ja, als test. En het kan zijn, dus even voor die zuster, om ook gewoon even haar, een, 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 zeg maar, een, een, uh, uh, aan te moedigen, eigenlijk in hetgeen wat ze heeft, heeft uh, uh, waarmee ze beproefd zijn. Je weet niet wat voor goedheid hierin kan zitten in het hiernaamaals voor jullie. Dat jullie okay. geduldig in zijn. Dat jullie toch het beste proberen naar je vader. Dat jullie altijd jullie beste kant laten zien. Dat jullie contact proberen op te zoeken, ook al wordt dat niet altijd, zeg maar, gewaardeerd. Blijf standvastig. Help je moeder. Uh, help je vader daar waar het kan. Doe wat je kunt. En uh, laat dit een les zijn, ook voor jezelf. Uh, bescherm jezelf met de ochtend- en avondgedenkingen. Als je getrouwd bent of kinderen hebt, uh, leer ze dat. Want je hebt nu gezien. Hoe uh, slecht het kan aflopen wanneer er geen juiste bescherming is. Dat is even één. Dan uh, terug naar de vader. Um, inderdaad, kijk een zorgt ervoor dat een persoon niet meer helder uh, uh, de zaken in kan zien die om ja. zich heen spelen. Uh, soms kan die enorme vijandigheid krijgen naar zijn vrouw toe, terwijl er helemaal geen reden voor is. En tegenovergestelde kan ook weer. Ik heb een keer meegemaakt. Uh, dat een, een, een vrouw en een man, die hadden mij gecontacteerd, twee uh, moslims, ja. hebben ook kinderen, precies hetzelfde verhaal eigenlijk, maar dan het tegenovergesteld. Het was bij de vrouw was het gebeurd. Oh, yeah. En ik vroeg haar van, oké, okay, leg me even uit hoe de situatie in elkaar zit. Wat is er aan de hand? Ze zei van, kijk, als ik buiten de deur ben, ben ik gewoon de meest normale persoon. Wauw, yeah. Ga ik naar mijn familie toe, ga ik naar mijn werk toe, ga ik uh, de kinderen wegbrengen naar school, mm -hmm. is er niets aan de hand. Mm -hmm. Zodra ik een stap zet over die, dat drempeltje bij de deur, verandert mijn hele leven. Ze zegt, ik kom dat huis binnen, het is zo duister, ik haat iedereen. Wow. Zelfs mijn eigen kinderen. Dit is niet normaal. Nee. Dit is niet normaal. Dus uh, ik vroeg haar van, maar waar kan het aan liggen? Ze zegt, ik weet het niet. Ik kan niet in dit huis blijven. Geen seconde meer. Dus het gaat niet alleen maar om haar man. Het gaat om dat hele huis ja, en de kinderen. Ja. Terwijl ze buiten. Dus ze functioneert ze gewoon prima ja, normaal? Ja, functioneert ze gewoon ja. prima. En ze zegt, dit heb ik al dertien jaar. Dertien jaar, nou goed. Um, ja, dan is het advies van een rokje, echt rokje, zo snel mogelijk. En, en daar waren we toen ook aan begonnen. En, en dat was ook echt gewoon een hele intensieve traject. En dat mm -hmm. is gewoon ongelooflijk moeilijk. Sommige mensen denken echt van, ik kan me nog een keer uh, herinneren, dat we een keer in het gebed stonden in een moskee. En daar waren bepaalde geleerden aanwezig, er was een conferentie. En er zat één man tussen die 400 mensen, 500 mensen, die in de rij stond. En tijdens het gebed maakte hij hele gekke geluiden. Hele apart geluiden. En op een gegeven moment, na het gebed, zei iemand... Oh, uh, hij heeft ze, Ja, ja, ja. Toen dacht ik bij mezelf, oh, met yeah. mijn beknopte kennis op dat moment, van kunnen die mesheer, die die die, 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 die 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 mensen van kennis, yeah. kunnen ze hem niet even apart nemen, en even tien minuten rockje gaan doen? Zijn, uh, en om hem even yeah. te verlossen uit zijn lijden. Yeah. Weet je? Zo dacht ik erover. Yeah. En naarmate de tijd en, en je doet wat kennis op en je gaat jezelf erin verdiepen, merk je dat het echt niet de kwestie is van even tien minuten rockje wow. ja, te doen. Soms kunnen het uren zijn, soms kunnen het weken zijn, maanden zijn, jaren Tot zijn. Totdat er iemand volledig vanaf is. Vanaf is. Oké. Okay. Dat is niet om mensen te demotiveren, uh -huh. maar om duidelijk te maken van het is niet zo makkelijk als dat het lijkt. Het kan echt in één sessie voor, uh, voorbij zijn. Ja. En het kan zijn dat het heel hard, hard, hardnekkig is en heel veel tijd inneemt. Wat maakt het dan moeilijk? Zie je dan dat iemand nog steeds last ervaart tijdens resisteren? Ja, ja. Ik heb een keer meegemaakt... Uh, dat een, een broeder mij had gecontacteerd. Uh, er was een tijd dat ik best wel intensief hiermee bezig was. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat dat me echt uitgeput heeft. Het vraagt zoveel energie van je. Dat als ik terugkijk naar bijvoorbeeld foto's van die tijd. dat, 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 dat ik me daarmee bezig hield. Ja. dacht ik bij mezelf. van wow. Te ben mooi. ik dat? Weet je, ik ja. gewoon helemaal uitgeput. Gewoon ja. uitgehongerd bijna. Ja. Want het vraagt heel veel energie. In mentaal, veel tijd. fysiek. Allebei, mentaal okay. en fysiek. Uh, gewoon dat je echt gewoon zo mager zag ik eruit. Dat was gewoon ongelooflijk. Ja. Uh, waarom? Omdat het... Je wordt op de meest uh, vreemde momenten... Ik ga bijvoorbeeld les overdag. Dan werd ik gebeld door iemand die echt in nood zat. Die zegt van, je moet nu komen. Mm -hmm. Echt waar. Uh, wat je ook maar hebt. Het maakt me niks uit. Ja. Het kan zijn dat mijn vrouw zo van, 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 de, van de zesde etage naar beneden springt. Ja. Ik, Dit is gewoon extreem. Dan, wat, 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 wat heeft meer prioriteit dan zo'n persoon helpen, ja. weet je? En dan ga je daar naartoe bijvoorbeeld. En dan zie je echt gewoon dat iemand helemaal door het lint gaat. Geen controle meer heeft over zichzelf. Dat zijn bepaalde situaties. Ja. Er zijn ook andere situaties. Doordat iemand wel controle over zichzelf heeft. En in mindere mate er last van heeft. Maar zegt van, ik verafschuw mijn man. Ja, of een man zegt, ja. ik verafschuw mijn vrouw. We kunnen nog net maar, door één deur. We doen het omwille van de kinderen. Maar ik haat haar of zij haat mij. Weet maar je? is dat beide... tussen haakjes is bezetenheid, noem je dat dan? Of is dat... Ja. Bijna bezetenheid. Ja, kijk, niet elke bezetenheid is sicher, wel elke sicher is bezetenheid. Oké, okay, even naar ik zal het even uitleggen. Ja, ja. Kijk, niet elke bezetenheid is sicher. Ja, en. Ja, daardig, en okay, wel elke sicher ja. is bezetenheid. Ik vat hem. Ik Goed. Hem. Kijk, ik ga het even anders uitleggen, voor, voor, ook voor de kijker. Het kan zijn hè, dat je met het boze oog naar iemand kijkt. Het kan zijn, let op de formulering, het kan zijn dat je met het boze oog naar iemand kijkt en dat een djinn. Op dat moment uh, misbruik maakt van de situatie en het lichaam van die ah, persoon ingaat. Ja, ja, ja. Dat kan. Ja. En dit zijn dan meestal ook de makkelijkere vormen om uh, rokje bij te doen en mm -hmm. dat een persoon daarvan genezen wordt. Waarom en vooral, en daarom zeg ik ook van als je een verandering opmerkt bij je kind of bij je man of bij je vrouw, trek meteen aan de bel. Als je iemand kent die betrouwbaar is, die hierbij kan helpen, trek meteen aan de bel. Want hoe, hoe vroeger het stadium is zeg maar, waarin jij wilt handelen. Hoe makkelijker het soms is, soms is om omrochie hmm. te doen. Hoe langer het in het lichaam zit, hoe hardnekkiger het soms is. Dat wil niet okay. zeggen dat het geen oplossing heeft. Nee, het heeft wel een oplossing met de wil van Allah Maar het kan wel veel hardnekkiger zijn. Ik hoorde dat iemand wel eens, een verhaal dat iemand 30 jaar lang uh, bezeten was. Bijvoorbeeld. Dat heb ik weleens gehoord. Ja. En dan... Dan zal zo'n gin die zou niet zeggen van welkom uh, Raki, ik ga ja. er wel even uit. Die denkt van, ik zit hier al 30 jaar in dit huis. Ja. Ja. Denk even aan jezelf. Als ja. je gisteren bent verhuisd ja, en iemand ja. zegt, ja volgende week moet je weer verhuisd. Ik alweer. Ja. Goed, nou weet je, je hebt nog niet een bepaalde hechting. Maar wanneer je al heel lang in dat huis gezet, dan is dat jouw vertrouwde omgeving. Je buren, je naasten, iedereen kent jou, jouw plekje. Dan ga je het gewoon niet achterraten. Ja. Dus je gaat ook alles doen om langer in dat huis te blijven bijvoorbeeld. Zo is het eigenlijk ook met een gin Um, waar had ik het over? We hadden het over niet elke seher. Ja, oké. Okay. Dan naar seher. Elke seher. Elke sihr is bezetenheid. Is bezetenheid. Is ja. Wat gebeurt er bij seher? Er wordt bepaalde, uh, uh, worden bepaalde rituelen uitge... Of, of, of bepaalde uh, zeg maar, zaken worden verricht ja. door iemand die dus die afgunst heeft. Of die naar zo'n tovenaar gaat. Dan seher, heet dat in het Arabisch. En die zorgt ervoor dat iemand bezeten wordt. Okay. En ook bezeten wordt, dus ook echt bezit wordt eigenlijk door een djinn die in zijn lichaam zit om hem juist dat beeld voor te houden van hij is echt slecht. Uh, dat ja. is jouw man en hij is echt een, een ja. enge Dracula. Of wat er, soms vraag je iemand, wat zie je eigenlijk? Ik zie gewoon een hele enge, duistere man voor me. Terwijl jij zo kijkt, denk je van subhanallah. Ja, subhanallah. Nog zo jong, ziet er zo goed uit, goed verzorgd ziet ja. hij eruit, weet je. Ik ben best wel benieuwd naar wat iemand eigenlijk ja. ziet op dat moment. Dan vraag ja. ik van oké, okay, maar hoe ervaar je dat? Ja, ik haat hem. Ik wil niet met hem in één kamer zitten. Ja. Absoluut niet. Laat staan dat we nog een stap verder gaan ja. en dat we bijvoorbeeld uh, 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 gemeenschap hebben als een man en vrouw zijn met elkaar. Ik ben maar. een keer uh, zo ver gegaan met vragen stellen dat ik iemand vroeg van. Kun je me even gewoon voor een goed beeld van? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je gemeenschap hebt? Dus van, ik zie gewoon zo'n enge beest op mij. Weet je, want de, de, de broeder die had er zo erg last van. Hij zegt van: Als er een intiem moment plaatsvindt. wat heel normaal is tussen de echtgenoten. Uh -huh. zei hij van: Begint ze gewoon te huilen? Hij zegt: Moet je je voorstellen wow. dat iemand uh, uh, um, eigenlijk verlangt naar een bepaald moment. Ja. en dan breekt het aan. Ja. en op een gegeven moment is ze aan het huilen. Zijn dus huwelijk wordt dan gewoon zo kapot gemaakt. Kapot eigenlijk. gemaakt. Ja. Dus toen werd de vraag gesteld: van, maar Wat gebeurt er dan? Voordat je het gaat huilen, wat zie je dan? Dan zegt ze van, ik zie zo'n enge beest op mij. Ja. Zo'n enge uh, ja, uh, schepsel. Ja. Ik wil daar niks mee te maken hebben. Ja, maar het is je man. Ja, dat zeg jij wel. Maar ik zie wat anders op dat moment. Mm -hmm. Dus je kunt iemand die bezeten is, kun je ook niks uh, verwijten. Mm -hmm. En dat is een fout die heel veel families maken. Die zeggen tegen hun zo zoon van, doe gewoon even normaal. Hoe bedoel ja. je normaal? Denk je nou echt dat het zo makkelijk is? Ja. Zo iemand moet geholpen worden. Gene hij, heeft, hij, heeft, hij heeft genezing nodig ja. eigenlijk. Ja. ja, ja. En dan heb je... Uh, dus ook nog eens dat het niet alleen maar is van, doe even normaal. Maar de persoon zelf ziet soms helemaal niet in wat er allemaal gebeurt aan vreemde zaken. Wat hij allemaal doet en zegt. Oh, ja. Ja. Dus of dat je hem vraagt, van, wat bezielde je? Waarom ging je tegen je vader schelden dan? Uh -huh. Zegt hij, hoezo heb ik tegen mijn vader gescholden? Hey, hij en, was niet bewust uh, van wat hij heeft gedaan. Hey, niet bewust. Een ander zegt van, ik had geen controle over mezelf. Dus ook hierin heb je allerlei gradaties. Heb je allemaal niveaus. Maar kun je dan, als je dat ziet, je ziet zo'n persoon, kan je dan, ja, misschien stom vraag, maar kan je dan weten van, oh, jij bent, uh, je, bent je hebt iets mentaals mis met jou, en, oh, en, jij, nee, en jij hebt het uh, zichtbaar bij jou. Kan je, dat, ja. kan je dat merken? Is heel moeilijk, is echt moeilijk, want ook dit brengt ons weer bij een heel ander onderwerp. Ja, en dat is van, er bestaan bepaalde psychische ziektebeelden, ja. uh, die, die losstaan van, van eigenlijk van zichtbaar, van en zo. Mm -hmm. Ik denk van wel. Ja. Ik denk van wel van hetgeen wat ik tot nu toe heb zeg maar, bestudeerd. Um, denk ik dat er wel degelijk gewoon ziektebeelden zijn. waarin er gewoon iets misgaat in, in de hersenen van een persoon. wat niks met zich te maken heeft. Weet je, je gaat niet tegen iemand zeggen die, die autistisch is: van ja, je hebt een genie in jou. Klopt. Weet je, bijvoorbeeld. Maar het kan wel zijn dat iemand door zijn bezetenheid misschien moeilijker kan leren. Uh, dit is een situatie en dit is een hele andere situatie. Ja. Dus die twee moeten we niet om elkaar halen. Uh -huh. Uh, kan ook je helpen bij die of bij die? Ik zou zeggen: van kijk, luister, uh, als je het vertrouwen hebt in Allah en jij doet wat jij kunt en mag doen. Uh, zelfs bij een autistisch kind. we weten niet wat Allah in zijn situatie kan veranderen. waardoor een hopelijke vooruitgang is. Het, heeft, het heeft geen schade om, om erin te hebben. Schade dan. zal het nooit hebben. Ja. Terwijl bij die anderen uh, hebben we een hele andere beeld erbij. van oké, okay, inshallah gaat de bezetenheid voorbij. en dan is het in één keer: wordt hij weer de oude persoon. Mm -hmm. Dus niet van een autistisch persoon proberen we iets verder te helpen in zijn ontwikkeling. Dat is een geval apart. Mm -hmm. En deze was uh, voor 100% bij, uh, bij, bij volle verstand. Nu nog maar voor 50%. We hopen door middel van de logia dat hij weer bij 100% mm -hmm. volle verstand komt. Mm -hmm. Dus deze twee moeten wel van elkaar gescheiden worden. Tuurlijk. Als we ja. teruggaan naar, de, naar de, de vraag van de, van de, van de zuster. Ja, laten we dat wilde ik. Van kijk, los van of jouw vader en moeder ooit samen terug kunnen komen. Oh, ja weet je, het kan zelfs zijn dat, dat de vader bijvoorbeeld hertrouwd is in die situatie en dat het echt gewoon specifiek gericht was van die twee willen we uit elkaar drijven en dat het met een andere vrouw wel lukt bijvoorbeeld, terwijl die niet helemaal voor 100% is wie die was, mm -hmm. maar toch was het specifiek gericht naar die eerste vrouw mm -hmm. uh, om die twee uh, uit elkaar te drijven. Het is specifiek bedoeld. Om dat huwelijk ja, te maken. Ja, terwijl hij nog steeds wel in dezelfde situatie zit, maar er nu minder last van heeft, want hij heeft nu niet meer te zoveel te maken met die eerste vrouw. Dus het zou kunnen zeggen dat iemand zegt: hij heeft geen zicht meer op hem. Of hij heeft nooit zicht gehad, want hij functioneert normaal. Zou je bijvoorbeeld denken. Ja. Terwijl Rokja nog echt wel nodig is. Wow. En dan is de vraag: hoe ga je iemand zover krijgen? Want volgens de persoon zelf is er niks aan de hand. Ja. Ik ken een persoon waarvan ik zeker weet dat hij echt wel wat heeft, ja. en hij zegt van nee. Uh, er is niks aan de hand. Kun je niet gaan dwingen. Rek. Vooral in een land als Nederland is het gewoon eigenlijk onbekend. Je kunt niemand tegen zijn wil in bepaalde handelingen laten verrichten. Of, of, uh, of bepaalde handelingen accept uh, laten accepteren die op hem worden uitgevoerd. Dus daar moeten we echt gewoon rekening mee houden. Dat is één. Ten tweede heb je soms. Kijk, de shaitaan is zo ver in zijn trucjes. Uh -huh. Dat hij. Uh, ik ken een geval. Um, waarin ik tegen een broeder zeg van... Uh, broeder, dit kan toch nooit normaal zijn? Even gewoon eerlijk, weet je? We zijn goede vrienden van elkaar. We kennen elkaar al zo lang. Het heeft zoveel plaatsgevonden. En dit en dat is gebeurd. En je herkent wat er gebeurd is. Dit kan toch nooit normaal zijn? Dan zegt hij, ja, klopt. Uh, het is niet normaal. Ik zeg van, oké, okay, laat dan rokje doen. Dan zegt hij, nee. Want de beste rokje is de rokje bij jezelf. Oh, ja. Oké. Okay. Goed. Nou, klopt dit? Ja, dit klopt. Goed. Maar nu ben jij zes jaar verder... Nog steeds zelf Zes problemen. jaar loop je met problemen met je ouders, met je gezin, met van alles en nog wat. Iedereen betrek je erbij, je buren. En nog steeds loop je met dezelfde excuus. De beste Rokja is de rokje bij jezelf. En die doet hij dan waarschijnlijk niet eens. Misschien, Misschien wel, maar ja. kom je er alleen wel uit. Ah, Want inderdaad, ja. de beste rokje is ook echt zo. De beste ja. rokje is voor, je, voor jezelf. Ja. Sommige mensen stappen heel snel naar je imam toe. Ja. Of naar een geleerde. En een keer zei een geleerde, hij zegt van, iemand kwam naar hem toe en die zei tegen hem, Sheik, ja, sheikh, ja sheikh, alsjeblieft, ik zit in zo'n moeilijke situatie. Mijn vrouw is ziek, mijn kind heeft die en die ziekte, ik heb geen geld meer. En het is gewoon, het einde is nabij. Alsjeblieft, verricht voor mij dwa. Toen zei die Sheik tegen hem van... Nee, 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 verricht de voor jezelf. Hij zegt: nee, 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 jij bent sheikh. Jij bent sheikh. Verricht voor mij door A. En die zegt: Nee, 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 jij moet Doa voor jezelf verrichten. Ja. Hij zegt: nee, sheikh, jij hebt veel kennis, je hebt veel kennis, verricht voor mij door Hij zegt nee, jij moet juist door voor jezelf. Hij zegt, wat bedoel je? Hij zegt: Kijk, jij zit nu in een situatie waarin de kans dat de verhoord wordt, nog groter is dan misschien. Uh, als ik de dua verricht, die leg eens uit. Hij zegt van, kijk, jij zit in, nu in een noodsituatie. En noodsituaties, daarover, in specifiek, spreekt Allah subhanahu wa ta'ala aan. Over een motar. Mm -hmm. ja? uh, dus iemand die echt gewoon van het einde nabij is. Mm -hmm. Die denkt gewoon van, klaar, de wanhoop is nabij. Het is afgelopen met mij. Ja. Juist in die situatie, dien jij je handen op te heffen... Ja. En Allah subhanahu wa uit je hart te smeken om jou bij te staan. Want Allah subhanahu legt uit in de Koran dat hij juist mensen in die situatie helpt. Dus dan kun je wel een ander gaan vragen, maar doe het zelf op ja. dat moment. En uh, dus terug naar de, de uitspraak, de beste rokje is rokje bij jezelf. Klopt inderdaad, dat geeft ook weer aan dat jij zoveel vertrouwen hebt in Allah subhanahu Dat jij dan zelf... Uh, uh, bepaalde smeekbeden uitspreekt. Mm -hmm. of een glas water pakt. Het, het is niet van. je moet er tien jaar studie voor doen. voordat je rokje bij jezelf kunt doen. Nee, je pakt alleen maar een glas water. En je reciteert alleen. Mm -hmm. Surat al-Fatiha, el wat elke moslim kent. jong, ja. oud, man, vrouw. Iedereen kent Surat al-Fatiha. Al reciteer jij alleen maar drie keer. of zeven keer Surat al-Fatiha. El en elke keer blaas je met een beetje spuug. in dat glas nadat je Surat al-Fatiha mm -hmm. mm -hmm. hebt gereciteerd. Zorat uh, al-Fatiha wordt ook een Shafia genoemd. De genezer. Ja. Shafia. Allah is de genezer. Maar uh, door middel van Zorat al-Fatiha uh, kun je dus, dat kun je inzetten als roqya middel. Dan, als je dat drie keer hebt gedaan, drink jij met volle vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala. Van dit is een middel om genezen te worden door Allah subhanahu wa ta'ala. Ga ik dat water drinken. Imam ibn muqayyim rahimallah is een van de grote geleerden die echt gewoon heel uh, ver was in, in zijn islamitische kennis. En ook op dit gebied. Je vertelde over zichzelf. En hij kwam uit Damascus. Eh, dat ligt in Sham in, in, in Syrië. En hij ging bijvoorbeeld naar Mekka of Medina. En het weer was daar heel anders dan wat hij gewend was. Hij was een hele vochtige weer gewend. Mm. En in één keer was het heel droog en heet. En hij werd ziek. En hij zegt, ik, ik vond geen betere middel dan mezelf te genezen door middel van water en surat al-Fatiha. Ook gewoon met normale ziekte. Met normale ziekte ja. zelfs. Ja. En uh, uh, niet alleen maar normale ziekte. Gif. Ja. gif is giftig voor het lichaam kun je dood van gaan en een authentieke overlevering wordt overgeleverd dat sahaben uh, waaronder, uh, waaronder uh, Sa'id al-Ghudri mm -hmm. radhiallahu anhu op reis waren, en ze kwamen aan bij een stam en uh, deze stam hun leider, hun stamhoofd die was gebeten door een schorpioen ja. en die viel neer op de grond en op een gegeven moment was die buiten bewustzijn, klaar dus die mensen raakten in paniek en die keken hun aan en zeiden, hebben jullie iets van roqya bij jullie? <coughs> Ze dachten, dat is een middeltje of zo, wat je aan iemand geeft, wat hij dan drinkt of zo, en dan wordt hij beter. Toen zei uh, Sa'id al ja hij zei ja, ik heb, uh, Abu Sa'id al-Ghudri hij zei, ja, ik heb wel wat. En hij begon Surat al-Fatihah te arresteren. In de hadith staat, min Het was alsof hij vastgeketend zat mm -hmm. en de ketens waren losgemaakt mm -hmm. en hij stond op en alsof er niks aan de hand was. En toen zijn ze teruggegaan naar de profeet, sallallahu alayhi wa en ze vroegen hem van, dit is ons overkomen, dit hebben we gedaan... He, dat was zijn zihad op dat moment. Hij dacht: de Koran moet wel genezing zijn. Is dit rokje? Toen zei de profeet: Als is mij u en het is wel degelijk een vorm van, 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 van Rokkia. Dus Rokkia kent heel veel verschillende vormen en maten. En daarin, die niet een specialist te zijn, heb vertrouwen in Allah. Wat je ook maar voelt in je lichaam, wat jij maar ook uh, ervaart op dat moment pak een glas water of yes. plaats je hand op de plek en spreek bepaalde ideeën uit of uh, of reciteer mm soort -hmm. op op het water en drink dat op met de intentie van genezing en dat kan voor jou de genezing zijn zelfs van sihar, zelfs van boze oog mm -hmm. maar het gaat om het vertrouwen hoe sterker dat dat het centraal. vertrouwen is hoe sterker het middel is bij iedere Even terug uh, naar het verhaal van uh, die zuster. Mm -hmm. Zij vertelde ook een stuk over haar vader dat zij dat hij um, gelooft dat als je moslim bent, je geloof ja. in Allah, dat je dan uh, dat er dus eigenlijk zich niet niet kan treffen. Ja. en uh, wat ik nou interessant vind is: dus wij weten eigenlijk van de islam dat is misgeschiedenis geschiedenis ja. en van de sira specifiek dat er ook zich uh, is gedaan op de profeet. Mohammed SallAllahu Wasallam. Wat kun je daaruit begrijpen? Dat de ja. uitspraak klopt of niet? Dat hij niet klopt. Dat hij niet klopt. Ja. Want uh, we hebben het nu niet over een Sahabi, we hebben het nu niet over een algemene moslim, we hebben het nu over de meest vrome moslim onder de moslims. De beste der profeten, gezonden door Allah Subhanahu wa Ta'ala, mm. met het meest zuivere hart, de meest vrome persoon. En zelfs bij hem is zich gedaan. Mm. En dan denkt men misschien, oh, hoe kan dat nou? Wow. Wat zeg je nou? Dat Alsof kan toch nooit? dat hij in zich zou moeten hebben. Ja, nee, dat nee, nee. Het, dat het betekent... is ten eerste, ja. het is uh, gebaseerd op een authentieke overleving in sahele bukhari dus er is geen twijfel over. Dat is één. Ten tweede, het kan, uh, de geleerden zeggen van, hier kan een hele grote hikma in zitten, een hele grote wijsheid in zitten. Moet je je voorstellen. Wie was de meest... Um, uh, wie was de meest vrome persoon of uh, het meest geconcentreerd op zijn gebed als hij het gebed verrichtte? Wie was dat? De Profeet. De Profeet wasallam. Maar zelfs de Profeet wasallam heeft wel eens fouten gemaakt in het gebed, eh, waardoor hij bijvoorbeeld uh, bij de tweede Rakka al het gebed had afgesloten terwijl hij vier moest bidden. Mm -hmm. En de sahabe die keken hem aan en die waren stil, en die waren stil, en die waren stil, die waren aan het kijken van wat is er gebeurd? Is ja. het gebed nou ingekort? Dus zij liepen en niemand durfde op hem af te stappen. Want ze dachten van misschien heeft het met de openbaring te maken. Want zij zaten in een fase waarin er constant iets werd geopenbaard. Toen stond iemand op en deze persoon die heette Gerbak. En uh, in een andere overleving heet Deen. hij Zuljadeen. dat was een persoon met lange handen. Yeah. En hij liep op de profeet Salman en hij zei tegen hem van... Uh, Is het gebed nou ingekort of heeft u een fout gemaakt? En de profeet Salman keek naar de sahaba van... Heeft hij gelijk? Toen uh, uh -huh. zei ze, ja, u heeft echt tweede kaart gebeden. En toen heeft de profeet, sallallahu nog twee kaart extra gebeden... waardoor hij op een aantal van vier kwam. Uh -huh. En toen heeft hij nog de sujud de sehu... dat is uh -huh. zeg maar van als je een foutje maakt in je gebed... heeft hij die sujud verricht en de sahaba uitgelegd... van als iemand van jullie een fout maakt in het gebed... dan dient hij dat op die en die manier op te lossen. Goed. Wat zeggen de geleden hierover? Van hier in deze fout zat hekme... Is dat wijsheid? En de wijsheid hier is: van hij, doordat hij een fout gemaakt heeft, weet de omma nu hoe ze moeten handelen. als ze dat overkomt in het gebed. En dat is een gevolg thuis. Van... Gevolg, ja. ja. Uh, dus wij hebben profijt nu bij het feit dat de profeet Sallallahu Alaihi toen een fout heeft gemaakt. Of dat een Sahabi een fout maakte in zijn bijzijn. en hij hem corrigeerde en uitlegde hmm. hoe je dat moet oplossen. Zo ook het uh, feit dat de profeet Sallallahu Alaihi dat er iemand, een Joodse man, die heette uh, Labid ibn al-Assam dat hij uh, bij de profeet al-Muhsin heeft gedaan. Dus de profeet al is dus een meshoor geweest. Uh, hij, uh, hij heeft dus te maken gehad met zeker. En uh, wat wordt er overgeleverd, dus dat de profeet al dat bij hem zeker was gedaan? Maar het heeft zo'n zwakke effect aan mm -hmm. gehad op de profeet, dat het absoluut geen effect heeft gehad op zijn openbaring. Mm -hmm. Absoluut niet op, op islamitische zaken. Het enige waar hij mee zat op dat moment is dat hij dacht dat hij iets gedaan had bij zijn vrouwen thuis, dat hij iets had gebracht of iets had gehaald of iets had gezegd. En dat was niet, niet het geval. Mm -hmm. Waardoor iemand vroeg van, van uh, is, uh, heb je dat al gedaan? En hij ja toch? Of nee, to, en op een gegeven moment werd dus duidelijk van hey, hij zat ernaast op dat gebied. Dus het ging echt alleen maar om bepaalde zaken in yes. familiale sfeer die geen effect hebben gehad op zijn openbaring. En toen zijn er uh, ik en hem toegekomen, waaronder Jibril salam. En die hebben bij hem een verricht. In de overlevering wordt gezegd dat, hij, uh, dat zij hem hebben verteld hoe die rokje bij zichzelf moet doen. En toen zijn de twee bekende zohar geopenbaard. al Mu'awi dhateen, Sohret al-Falaq en uh, Sohret al-Nas. Kijk eens al-Falaq. Min ma khalaq. Kijk, je zoekt je toevlucht bij Allah taala tegen alles slechte wat geschapen is. a'udhu bi nas uh, ik, uh, Zeg, ik zoek mijn toevlucht bij de schepper van de mensheid. En dan zeg je, shari el waswasil khannas. Weet je, je zoekt je toevlucht bij al hetgeen wat aan Waswas kan plaatsvinden. Dus deze soer, toen ze geopenbaard waren en de profeet had ze uitgesproken, mm -hmm. was de seher verdwenen. En toen heeft de profeet hem duidelijk gemaakt dat er bijna eigenlijk geen sterkere middel van rokje is dan deze twee soer. Dus je hoeft niet dat al-Bakarah helemaal uit je hoofd te leren. Kun je dat doen? Doe dat ook. Dat is echt zeker aan te raden. Maar het zijn echt, we praten over suwar, suwar is meervoud van Sora. Uh, die elke moslim eigenlijk kent. Het is super toegankelijk, al net. al-raqnat, net. muawudhatan dus surat al en surat uh, al nas En qulallahu ahad bijvoorbeeld, is ook genoemd in heel veel overleveringen. Dus dit zijn zulke, subhanallah, bijzondere suwar, uh, dat je denkt van, weet je, waar, waarom zou ik me nog druk maken? Waarom zou ik nog naar een imam toe moeten gaan? Waarom zou ik nog... Let op, als je dus weet uh, hoe je het doet, en tegelijkertijd ook een bepaalde uh, um, uh, verbetering ziet in de situatie. Want uh -huh. anders komen we in de situatie van de broeder hè, die zegt dan van de beste rok is bij jezelf. Yes. Zie ik na een week of maand of twee maanden geen verandering, dat betekent niet dat die soorten niet geholpen hebben, maar dat het mogelijk een hele krachtige vorm van zeggen is. En dan heb ik wel de hulp van anderen nodig. En dan zou ik kijken naar van, goed, waar kan ik bijvoorbeeld terecht? Nou, alhamdulillah heb je in Nederland redelijk wel wat uh, stichtingen die zich nu uh, hier uh, op focussen. Mm -hmm. zowel voor mannen als vrouwen. En een soort van islamitische hulp uh, bieden. Zo uh, uh, dus, uh, um, Ja, 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 ja. Wow. ja. Je hebt bijvoorbeeld uh, in uh, Susserberg heb je tegenwoordig uh, stichting DIA die doen dan uh, hulpverlening en die helpen dan in dit soort situaties. Want dat is wel goed, want uh, groot risico wat men uh, in kan vallen is die valse rakjes, die valse. Ik heb wel eens van die uh, brieven, zoals krijg je dan door de brievenbus van uh, heb je wil ja. je iets uh, genezen worden weet je dit uh, zoek je rijkdom weet ik veel. Uh, ja. En dan dat zijn eigenlijk van die dus haaks valse raakjes die ja. claimen dat ze zou kunnen genezen en ja. als je daar als je daar komt dan. Weet je niet wat je overkomt. Hè? Ja, dat is echt een drama. Kijk, het is echt een drama. Kijk, je hebt, tegenwoordig heb je mensen mogelijk met een goede intentie... en met de juiste overtuiging, ook ja. de juiste kennis... maar die eigenlijk gewoon, ja, hoe, hoe pijnlijk het ook klinkt... misbruik maken van de zwakte van iemand die dus uh, bezeten is. Waardoor ze ongelooflijk hoge bedragen vragen. Ah. Um, weet je, van uh, kom maar, ik doe wel even een rokje van jou... en neem even 500 euro mee per sessie. denk ik bij mezelf van kom op Weet je, ik weet dat het heel intensief is. Ik weet dat wow. echt gewoon soms na één sessie heb je geen, geen, geen kracht meer om nog, uh, om nog wat dan ook te ondernemen. Het, een, het enige wat je nog wilt is, is gaan slapen. Uh, het is intensief, maar om zulke gekke prijzen te vragen voor rokje, dat is gewoon ongelofelijk. Uh, aan de andere kant heb je ook echt gewoon uh, leugenaars, gewoon mensen die zichzelf echt gewoon voordoen als een Raki en die niks met rokje te maken hebben. Uh, die mogelijk de Koran gebruiken... alleen maar om het even een beetje te versieren aan de buitenkant. Mm. Uh, van oké, okay, ja, mashallah, hij reciteert de Koran. En ik zal even bepaalde kenmerken noemen. Weet je, gewoon puur voor jezelf. Om even te weten van oké, okay, heb ik hier te maken met een raqi... of ja. met een uh, met het tegenovergestelde. Kijk, een raqi vraagt je nooit... maar ook nooit naar de naam van je vader en van je moeder bijvoorbeeld. Nooit. En dat is geen relevante informatie. Het gaat nu om jou. Wat voel je, broeder? Wat heb je, broeder? Hoe ervaar je dat... Uh, hoe, uh, hoe ga je om met de Koran als je die hoort? In het gebed heb je nog concentratie of niet? Dit zijn bepaalde doelgerichte vragen. Die maar een beeld geven van hetgeen wat jij ervaart op dat moment. En waar je mogelijk last van hebt. Maar wat is de naam van je vader? Wat is de naam van je moeder? Dit komt meer bij tovenaars voor dan bij een, een raqi. En dat komt voor dat men dus denkt ik ga nu rokkia doen. Ja. Of uh, rokje zoeken. En dan kom je, bij, nog, kom je weer bij een tovenaar. Ja, eigenlijk. bij een tovenaar. Zo, en die, die ja. verpakt het dan. En ja. mensen zeggen dan, mashallah is imam. Wow. Ja. Zelf, zelfs een imam, hè? let op. Hè? Ja. Al hij voorop met mensen, hij is geen profeet, hij is geen, geen boodschapper. Er zijn gewoon voorbeelden van: we hebben respect voor alle imams. Iedereen die de Koran heeft geleerd, uh, kennis heeft opgedaan van de Koran, mm -hmm. moet gerespecteerd worden. Maar dat betekent niet dat die persoon feilloos is. Mm -hmm. Dus wanneer ik bepaalde kenmerken zie waarvan ik denk van hey, hier heb ik vraagtekens bij. Dan zou ik zeggen van ver vermijd dat of vraag dat even ja. na van jongens, uh, dit en dat is wat hij van mij vroeg. Um, dus het vragen aan vader en aan moeder is totaal onrelevant, dus hier zou ik niet naartoe gaan. Iemand die bijvoorbeeld de Koran reciteert, bijvoorbeeld, ik noem dat, ik reciteer even Surat fatiha Alhamdulillahi rabbil alamin, al al-Rahim, Hij mompelt echt. hij is niet onverstaanbaar aan het, de Koran is duidelijk, maar dat mompelen of dat dat Tussen ei en aai, dat is ja. onduidelijk. Ja. Rokia is zo duidelijk. Van ja. Wat een raakje uitspreekt, is of Koran, of ad'iya, dus uh, ja, smeekbeden. En ja, ja. Uh, that's it. Ja. Maar dat pst, 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 je weet niet wat hij aan het zeggen is ja. op dat moment. En sommigen gaan zo ver, dat ze echt gewoon contact hebben met een djinn. En daarom aan het fluisteren zijn, oh. daarom uh, dus aan het overleggen zijn. Ja. Um, ik heb mensen meegemaakt in Marokko bijvoorbeeld zei iemand tegen mij ja maar wacht even He, jij zegt dat dat niet mag maar onze dochter is wel beter geworden Yes. oké okay, ik zeg goed gaan we weer hoe, hoe moet je hierop reageren eigenlijk ik ben benieuwd want ja. iemand heeft dus zo'n verhaal precies zo ingezet ja. van ik ben wel beter geworden ja. maar ze is naar zo'n valse raak gegaan ik ga hem zo meteen lezen ja ik ben benieuwd wat je zegt ja kijk we kijken nooit naar resultaten we kijken naar de manieren mm. we kijken naar de middelen op de middelen, daar, kijk, anders wordt het wel eens niet eens. Dit is verboden, nee, is helemaal niet verboden. Is verboden, nee, wel eens niet, is wel eens niet, schieten we niks meer op. Dus wat gaan we doen? We gaan op een andere manier naar de situatie kijken. We kijken naar de middelen die ingezet zijn. Op basis van die middelen kunnen we beoordelen of dit islamitisch, gegrond mm -hmm. is of ongegrond is. Um, in dit geval werd er gezegd van... Dus de man zei tegen mij van, ja, hè, mijn dochter was bijna zo goed als gehandicapt en ze zat in een rolstoel. Ik ben overal in Marokko geweest, mm -hmm. alle ziekenhuizen. Mm -hmm. Ik heb een scan gedaan, die scan, dat scan, ze scan. Alle doktoren zeiden van, meneer, we kunnen u niet helpen. Medicatie, duizenden euro's uitgegeven. En op een gegeven moment ik einde, kwam ik eindelijk bij die, uh, bij die uh, rufqi terecht, mm -hmm. bij die fakir terecht, zeg maar, die imam. En uh, subhanallah, mijn, zo mijn dochter is vanaf daar opgestaan. Eerst ging ze koppeltjes rollen in het zand. En op een gegeven moment, dus zo, zo machtig was zijn rokje. En op een gegeven moment stond ze op en ze kon weer lopen. Wat zeg je dan over? Hè, hmm. Leg mij dat even uit. Ik zei: Oké, okay, goed. We gaan even een paar stoppen terug. Um, voordat we het hebben over wat hij gedaan heeft, hè, wat heeft hij van jou gevraagd? Oké, okay, ja. vraag hem ja. even. Ja, gewoon niet, niet veel bijzonders. Hij vroeg gewoon om wat geld. Hè, laten we zeggen 300 euro. Ja. En hij vroeg naar een zwarte geit met een wit staartje. Oké, okay, stop, 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 eventjes. Wacht even, nog een keer. Ja, een zwarte geit met een bepaald kenmerk. Oké, okay, stop hier. Maar hoe bedoel je een zwarte geit? Waarom, waarom moet hij yeah. een bepaald dier uh, uh, hebben met bepaalde kenmerken? Waar, waar, zeg me, stel je voor, hè, die imam die wou eten. Hè, bijvoorbeeld, bij wijze van. Yeah. Hij wou zijn koelkast vullen met vlees. Dan zegt hij: iemand: gaan aan slagen. In Marokko heb je dat gewoon bij elke slager hangen uh, tien geiten. Ja, precies. Uh, nog vandaag uh, geslacht. Haal gewoon vlees voor hem dan. Als dat zo makkelijk was geweest. Mm -hmm. Maar blijkbaar. Je hebt een levende geit gewoon. Een levende wordt... geit. Ja. En dan met bepaalde kenmerken ook precies. nog eens. Precies. Bepaalde kenmerken. Goed. Ik zeg: Waarom specifiek zo'n kleur geit? Of een uh, 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 grijze geit ja, ja. met een, een zwart staartje? Waarom specifiek? Ja, weet ik niet. Maar dat vroeg hij van mij. Ik zeg: Weet je waarom? Ik zeg, voor hem. Ik zeg, dit is wanneer iemand samenwerkt met een gin, uh -huh. dan stelt de gin de eisen. Uh -huh. En die wil dat je dat voor hem haalt, en dan pas gaat hij ervoor zorgen dat die andere gin het lichaam verlaat. En let op, nu komt het. Het ging niet eens alleen maar om dat geit. Met... Nee, die geit moest geofferd worden voor de gin om uit het lichaam te gaan. Wow. En wat betekent offeren? is een aanbidding. salati wa ja. nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil Allah maakt ons duidelijk. Dat wow. Ons gehele leven is omwille van Allah. En ook onze nusuk. Nusuk is het slachten, het offeren. Mm -hmm. Dat mag je alleen maar doen omwille van Allah. Als wij met offerfeest een dier gaan offeren, dan zeggen we bijvoorbeeld bismillah allahu akbar. Bismillah, ja. wat betekent dat? In de naam van Allah. In de naam van ja. Allah, niet in de naam van een djinn. Dus je offert het omwille van Allah. En daar is geofferd omwille van een gin om uit het lichaam te gaan. Dus nu gaan we het even, uh, we gaan het even uh, beoordelen. Mm -hmm. Wat hadden we? We hadden een ziek kind, toch? Klopt. Oké. Okay. Die zoveel heeft meegemaakt. Echt heel erg voor haar. Uh, mogen Allah haar uh, mm -hmm. spoedig genezen en, en beschermen voor al het slechte. Mm -hmm. Goed, dat was even de situatie. Wat hebben we daarna dat ze is beter geworden? Mm -hmm. Is dat positief? Is goed toch? Ja, oké. Okay. Wat is er gebeurd om haar beter te krijgen? Wat was erger dat iemand ziek zou blijven totdat er rokje gedaan wordt op een islamitische manier? Mm -hmm. Of dat, er de, dat de grootste zonde wordt begaan die je maar kunt begaan? Want het is het slachten voor een ander dan Allah. Het offeren voor een ander dan Allah. Shirk. Zo. Shirk. De grootste zonde. Ja. Allah zegt in de Quran: uh, Inna Allah la يعفرو أن يشرك bihi wa يعفرو ma دون ذلك Voorwaar Allah vergeeft het niet dat hem deelgenoten toegekend worden. En het slachten omwille van een ander dan Allah is uh -huh. een vorm van, uh -huh. van shirk, dus. Hè? Uh, dus het deelgenoten toekennen aan Allah. En vergeeft daarnaast aan wie hij wilt, of wat hij wilt, aan wie hij wilt. Dus om dat resultaat te bereiken, heb je een veel grotere situatie gecreëerd, veel erger situatie. En dat is dat je shirk hebt begaan. En als je daarop komt te sterven, dan heb je de grootste zonde begaan die Allah niet vergeeft. als je daar nu in het wereld geen afstand van neemt. En je daarvan distantieert en Allah om vergeving vraagt. Dus we kijken niet naar de resultaten, we kijken naar de middelen altijd. Mm -hmm. Dus dit is een voorbeeld. Uh, een voorbe ander voorbeeld was het reciteren van de Koran en Mompelen. tussenin een mantelen. Een ander voorbeeld is het vragen de naam van de vader of de naam van de moeder. Dus. Uh, dit zijn allemaal manieren die door een tovenaar worden ingezet om op een niet-islamitische manier mm -hmm. jou uh, voor te houden dat een persoon genezen is. Want een gin is uit het lichaam gegaan. Dus jij denkt van, oh, ik ben echt blij man, die was echt goed, die, die, die imam. Je hebt en die, mijn, die resultaten, mijn dochter is ja. beter. Ja, precies. Je kijkt naar de resultaten. Goed, nu gaan we even daarnaar kijken. Dus de middelen zijn verkeerd, de situatie is veel erger geworden. Mm -hmm. uh, je hebt veel grotere zonden begaan. Dus je hebt echt een probleem nu. Goed, kijken we even naar het resultaat. Soms, echt waar, wordt een persoon nog makkelijker vatbaar voor het terugkeren van een gin uit het lichaam. Mm. Soms is een gin tijdelijk tevreden gesteld, ja. waardoor de problemen nog erger terugkomen. Al zou een persoon van 100% beter zijn, hetgeen wat je hebt moeten doen is veel erger dan hetgeen wat je had. En dat betekent niet dat je een keuze had tussen shirk en een zieke dochter die voor altijd ja, ziek precies. blijft. Nee, die zieke dochter kun je nog altijd genezen met de wil van Allah op een islamitische manier. Dus we verlaten dat uh, on-islamitische en we zoeken naar iemand die echt gewoon rokia verricht. Op een islamitische manier, want er zijn genoeg voorbeelden mm -hmm. van mensen die wel genezen zijn na het doen van rokia En alhamdulillah daarna alleen maar sterker zijn geworden in hun geloof. Want wanneer je zoiets ervaart... Dan word je daar zo sterk ja. van. Dat is echt ongelooflijk. Zowel de Raki als degene die erbij zit, als degene bij wie het gebeurd is. Ja. Hoe zit het met. We hebben een aantal kenmerken genoemd. Je hebt alleen eentje die, benoemd, die mij nu te binnen schiet. Mm -hmm. En dat is dat, de, dat die valse Raki zegt: um, Dat heb ik wel eens gehoord. Draag dit. Draag dit ja. uh, amulet of ja. uh, wat het ook is. Ja. Maar doe hem niet open. Ja. Zegt hij dan. Oké. Okay, ja. Hele goeie. Ik ga het nog anders zelfs formuleren. Ik heb eentje gezien, uh, die was, uh, dat was zelf een man, hij is nu echt een daaien, hij uh, is echt een oproeper geworden naar Allah, een hele sterke, een uh -huh. hele bekende ook. Die komt soms ook op bepaalde kanalen, zoals wat uh, al en andere uh, islamitische kanalen. Deze man die vertelt over zichzelf, hij is zelf tovenaar geweest. Oh. En dat is zo een, hij heeft zo'n moeilijke periode gehad. Hij zegt van, ik wist niet anders. En uh, ik ben een heel slechte persoon geweest. Maar ik heb nu Toba verricht. Mm -hmm. En nu wil ik juist mijn kennis die ik had daarover, daarmee wil ik juist de moslims voorzien van, uh, van, van de correcte mm -hmm. informatie en ze waarschuwen voor bepaalde gevaren. Hij zegt, ik zal jullie een voorbeeld geven. Hij pakte zo'n amuletje. Mm -hmm. Dat maakt hij op. Hij zegt, kijk, dit is gewoon iets wat heel veel mensen met zich meedragen. Mm -hmm. Zo'n leren ingepakte vierkante blokje eigenlijk. Ja. En dat wordt dan gezegd: draag dat met je auto, komt het wel goed? Ja, yeah. zoon, ga je op reis naar Australië? Oké, okay, neem het mee. Houd het altijd bij je, ben je veilig. Want de imam die zei dat. Oké, okay, goed. Uh -huh. uh, of wil je kinderen beschermen? Draag dit, want de imam heeft gezegd dat je dat moet dragen. Goed. De vraag is natuurlijk, wat is nou een imam? Weet je, wat is yeah. de juiste definitie ja. voor? Maar dat is een ander verhaal. Um, hij zegt dus, we gaan het even openmaken. Dus hij maakt het open. Nou, nog een verpakking, en nog een verpakking, en nog een verpakking, en nog een verpakking. Op een gegeven moment komt hij bij wat plaatjes uit. Mm -hmm. doet hij doet het open. Wat staat er? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taynaka in Fassad lili rabbika wanhar. Inna shani'ika walabtar. Wat is dit voor jou? Een Het is een surah uit de Koran. Voor mij ook. Dus je zou denken, mashallah, hier is niks mis mee. Mm -hmm. En er is zelfs een meningsverschil onder de eerste geleerden uh, van de eerste generaties. Waar mag je je Koran op die manier met je meedragen ja, of nee? Dus hè, als we even een van de meest milde uitspraken nemen, dan mag het gewoon. Maar hij zegt, maar dat is het niet. Hij zegt, dit is niet zomaar Koran wat hier geschreven is. Hmm. Hij zegt, wat je ziet is Koran. Maar dit is met onreinheden geschreven. Wow. Dit is ongeloof. Ik kan als het je... niet eens weten. Ja, hij zegt, je kunt het niet weten. Hij zegt, het is gewoon met onreinheden is het geschreven. Dus dit is koffer, dit is ongeloof ja. wat een uh, imam heeft verricht. Ja. Omwille van de djinn zodat hij die persoon gaat beschermen. Zo erg is dit. Het gaat ja. zo ver. En dan begrijp je ook waarom sommige echte imams. zo'n grote afschuw hebben ja. voor bepaalde. neppe imams. of ja. voor bepaalde tovenaars. ze zeggen dat zijn de meest slechte mensen ja. op deze aarde. Als je zo'n uitspraak hoort: denk ik ja, kom op man, hij heeft toch ja. wel een mooie baard. Ja. en hij is toch zo vroom. en hij heeft ook een mooie kamis ja. aan. nog mooier dan die van mij, et cetera. Daar gaat het niet om. Het gaat Zaken om zijn daden. Die ze doen om, 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 om die. Resultaten laten we zeggen, te bereiken. Ja. Dat dus is gewoon een afschuwelijke zaak. Subhanallah. Ja. Ik heb uh, een verhaal van, uh, van iemand. Mm -hmm. En dan, Wat mij interessant lijkt, is om te, om te tellen, om te kijken van hoeveel van die kenmerken die we net hebben gehoord, yeah. vinden we terug. Want zij heeft dus een traject om te gaan, waarin zij ziher, uh, waarin zij rokje beurt te zoeken. Yeah. En zij is dus naar allemaal verschillende personen gegaan. Dus ik mm -hmm. Pak even erbij. Ja. Even zoeken. Ze zegt. Ik had te maken met een zeer ernstige depressie, met suïcidale gedachten. Hm. Uiteindelijk leidde de stress door naar vitamine D, tekort, ziekte van Pfeiffer, hypersomnia, stoornis, PTSS, verlatingsangst, etc. Alles werd op me gegooid en ik had de zwaarste periode van mijn leven gedurende mijn hele puberteit. Ik probeerde al het haram dat er was om mijn leegte te vullen. ging daarnaast elk jaar naar de dokter over de klachten die steeds erger werden. Psycholoog. Bezocht, maar die mij niks, niks hielp. Uiteindelijk ben ik naar zogenaamde begaafde mensen geweest. Die hadden een heel aparte manier van handelen. Die legden hun hand op mijn hoofd. Ik kreeg er dan warm op die plek en mijn hoofdpijn verdween eventjes, maar het hielp niet verder. Uiteindelijk waren we weer bij een andere genezer geweest. Dit was een Javaan Een handelde vanuit onze cultuur-Javanisme, wat een mix is van alle geloven, stagfronden. Deze man had papiertjes met Koran op speciale papier. Een foto ingelijst met zijn leraren die hem in Java deze geneeswijze hebben geleerd. Ja. Hij zette dan een zwaard tegen me aan en sprak bepaalde woorden uit. En soms mompelde hij dan. Ja. Hij had zeven verschillende kruiden die hij in een builtje deed. En ik moest deze bij me dragen, uh, bijvoorbeeld uh, om haar nek of, of onder de kussen of om zelfs, zelfs haar BH. Ik mocht hij niet mee in de badkamer komen, zei hij. Oh, geloof ik, zegt ze. Ook kreeg ik een gouden ketting met een edelsteen. Ik wilde het niet, maar was op initiatief van mijn moeder, die op dit punt heel onnopig was geworden van het zien van haar dochter op ja. deze manier. En het kostte allemaal rond de 400 euro. Maar wat hij ook deed, wat hij dus ook deed, is dat hij een soort rokja deed. Hij zei dan verzen. hij reciteerde ze niet, maar hij noemde ze op. En na een halve zin begon hij te mompelen. Ja. Nu een belangrijke noot. Hij is geen eens moslim. Hij is geen moslim. Het is een christelijke man. Ja. Ik verstond niks van wat hij zei... en vond het eigenlijk al vreemd dat hij als christen... Koranversen gebruikte. Ja. Ook dat hij, deed hij deze tussenhaakse rokkia over water... en moest ik drinken en gebruiken om te douchen thuis. Maar dan wel met kruiden in de fles voor het douchen. Maar subhanallah, ondanks alle poppenkast eromheen... hielp dit. Ja. Holla, ik was zo verbaasd, ik was super sceptisch over dit allemaal, over het bestaan van God, zegt ze, omdat ik Hem niet kon zien. Ja. Maar de druk op mijn borstspanning in mijn lichaam, spierpijn, hoofdpijn en vermoeidheid verdween op het ene moment. En op het andere moment kon ik bijna niet meer ademen en voelde alsof ik aan mijn keel en enkels de grond in werd getrokken. Ja. Ik kreeg het warm, hoofdpijn die zich continu, continu verplaatste. En de Sahar wist op dat moment precies te beschrijven. Waar mijn hoofdpijn was en waar. Voordat ik hem vertelde, hier voel ik de pijn. Hij wist meteen, oh daar voel je nu pijn, dit voel je daar. En ik was oprecht gewoon gesloopt als ik thuis kwam na zo'n sessie. Dit heeft een paar maanden geduurd tot ik me dieper ging verdiepen in de islam. Waar ik al oppervlakkig mee bezig was een aantal jaar. En toen ik uitruste, toen ik uiteindelijk erachter kwam wat echt rokje in inhield toen ze de islam ging studeren, verbrandde zij en begroef, begroef ze de gouden ketting. En... Um, zette de Koranverzen de dus zag dat de Koranverzen dus haakjes vol met sihr zat, zaten en, uh, en namen van shayateen. En dit is allemaal bevestigd door de imam die zei dus dat ja. die uh, ja. dat allemaal heeft laten zien. Die zei dus dit is sihr en dit zijn de namen van shayateen op. Uh, dit heeft zij toen in de water geplaatst en dan heeft het volgens verbrand of ja. de imam heeft dat gedaan. Zij kreeg op dat moment zoveel hoofdpijn, hartkloppingen, snakte naar adem, kreeg stress en twijfels of ik het wel moest doen. Toen ja. ze dat, toen ze ja, dat gingen ja, ja, doen. Ja, ja. Maar alhamdulillah, heeft ze het wel gedaan. Uh, ik heb het verhaal even samengevat. Maar het was heel spectaculair. En dit was voor mij allemaal de druppel om te bekeren. Ja. Uh, zo zie je maar dat Allah uiteindelijk uh, alles kan. Ja, een ja, hele, hele, hele uh, extreme geval dit is echt gewoon, uh, ja, subhanallah, alhamdulillah, dat het een goede einde heeft. Dat is uh, iets waar ik in ieder geval heel blij mee ben. Want je ziet hier zoveel verschillende factoren eigenlijk. In het begin de diagnoses van deskundige mm -hmm. PTSS, uh, uh, wat eigenlijk, uh, 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 de depressies ook nog eens. Mm -hmm. uh, uh, ja, van alles en nog wat. Dus dan word je soms al gelabeld van oké, okay, dit is het en hier moet je maar mee leren leven of je moet bepaalde therapieën ondergaan of, 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 of medicatie gebruiken, antidepressiva, noem het maar op. Dus dit is al echt een probleem. En hier komen al heel veel moslims in terecht. En uh, ja, om daar één uitspraak over te doen, dat is gewoon heel moeilijk. Dat is gewoon, elke situatie verschilt. En, en, en voor de ene is, uh, pak dit goed uit, voor de andere pak dat goed uit. Maar um, tegen iedereen zeg ik wel van echt zoek jouw uh, oplossing in het geloof. Ondanks dat je bepaalde therapieën soms nodig hebt, zoek je oplossingen in het geloof. Je hebt soms deskundigen nodig die je bepaalde adviezen geven. Ook gewoon uh, uh, over uh, uh, ja, bepaalde medicatie, uh, wel of niet gebruiken, hoe noodzakelijk is het, et cetera. Dus uh, soms heb je dat in een bepaalde fase nodig. Maar zoek echt, uh, er zijn, ik ken gewoon mensen in mijn uh, omgeving die bijvoorbeeld uh, als diagnose PTSS hadden. En uh, dat is een, een, een jonge dame, ze zei alhamdulillah... Ja, ik weet, ze zei van, toen ik dus uh, antidepressiva werd, herkende ik mezelf niet eens meer. Mm. Ze zegt van, het was gewoon abnormaal. Ik veranderde helemaal in negatieve vorm. Ze zegt, alhamdulillah. En ze zegt, ik heb met suicidale uh, uh, neigingen rondgelopen. Uh, maar alhamdulillah dat ik mijn geloof had. En dat mm. heeft mij echt eruit geholpen. Mm. En nu gaat het alhamdulillah goed met haar. Dus dat is uh, uh, dat is heel goed om te horen natuurlijk. Dus... Wat heeft ze moeten doen om, om, dat, om het, dat, het, dat het beter met haar ging? Uh, echt rock, ja. Okay. Ze, heeft een hele, ze heeft een traumatische ervaring meegemaakt... Uh -huh. En toen ging het dus heel slecht met haar. En op een gegeven moment kon ze zichzelf niet meer uh, ja, vinden. En uh, van dag tot dag werd het alleen maar erger en erger. Toen had ze met een psycholoog gesproken. Toen met een psychiater. Die heeft die medicatie voorgeschreven. Toen werd het alleen maar nog erger. Want ze herkende zichzelf niet meer. En haar familie ook niet meer. En op een gegeven moment ging ze zichzelf echt opsluiten. Mm -hmm. uh, dus had helemaal geen sociale contacten meer. Dat is ook een hele grote valkuil. Waar heel veel mensen in terechtkomen. En, maar uiteindelijk, alhamdulillah, dat ze advies kreeg van: ga Rokhia doen, uh, zoek contact met iemand die hier verstand van heeft, die had de juiste adviezen. Rukia is niet alleen maar van: Koran reciteren, Het is belangrijk dat je Koran reciteert maar ook dat je iemand dat vertrouwen weer te, terugkrijgt. Dat die persoon het vertrouwen weer terugkrijgt in het leven. En vertrouwen heeft in Allah, dat zie je heel duidelijk hier aan het einde van het verhaal. Weet je, zonder Allah ben je nergens. Mm -hmm. Dat is gewoon een feit. Met Raqi, zonder Raqi, met imam, zonder imam, met je familie, zonder je familie. Zonder Allah SWT, ben je gewoon nergens. En je kunt niks oplossen, al heb je zoveel carrière gemaakt, heb je zoveel geld op je rekening staan. Als je geen geloof hebt, heb je niks. Want dat is die leegte. Je kunt het vullen. Ze zegt het, met het haram heeft ze het gevuld. Dan heb je even genot. Mm -hmm. Of nou lachgasballonnen zijn, of uh, jointjes gaan roken, of harddrugs gaan gebruiken. Mensen denken, oh eindelijk heb ik nu rust. En morgen worden ze keihard geconfronteerd, of met lachgas is het zelfs na 30 seconden, Dan worden ze keihard geconfronteerd met de harde realiteit. En dan ja. je, hebben ze nog meer nodig van dat, van dat middel om weer even hun problemen te vergeten. En dan heb je weer nog meer nodig om datzelfde effect te bereiken en gaat alleen maar bergafwaarts. Dus dat is de oplossing. oplossing zit daar echt gewoon totaal niet in. Dus begin daar gewoon nooit aan. Want je houdt jezelf zo hard voor de gek. En je maakt je eigen leven helemaal kapot. Want dan zit je binnenkort met en depressies. En tegelijkertijd zit je met verslavingen. Dus dit is even onderwerp mm. nummer 1. Uh, onderwerp nummer 2 is dus. Uh, uh, dat was 1 en 2. 1 is dan even de diagnosis. Uh, van oké, okay, probeer echt gewoon uh, al jouw problemen op te lossen met geloof. Al lopen je bij een psychiater. Uh, het liefst zoeken naar een islamitische psychiater. Dus, uh, het is niet van, het is of dit of dat, weet je? Nee, zoek het in je geloof, maar als een psychiater nodig is, in sommige gevallen, of een psycholoog nodig is, doe er alles aan om een islamitische psychiater of psycholoog te vinden, en die zijn er in Nederland. Mm -hmm. Waarom? Want die begrijpt jouw achtergrond en die kan jou wat doelgerichte adviezen geven. Mm -hmm. En niet van, ja, uh, laatst zei iemand tegen mij van, ja. Uh, de psycholoog had tegen mij gezegd... dit is een jonge meisje met wat problemen. En de psycholoog die zei tegen haar van... Uh, weet je, rook gewoon af en toe een jointje. Wow. Ja, En dan kom je ook gewoon tot rust... want ik zie dat je heel erg gestresst bent... en hoog in je stress zit. Um, en luister gewoon af en toe naar muziek. Weet je, wij krijgen het hier... Ik krijg, als ik dit wil horen... als ik, mijn, iemand mij dit advies geeft... dan denk ik bij mezelf, van, dan word ik alleen maar nog depressiever. Mm -hmm. Dus dit is de juiste oplossing niet. Maar heb je... De hulp nodig, dan zeggen we niet van zoek geen hulp, want dat bestaat allemaal niet. Dat is gewoon onzin. Nee, zoek hulp, maar zoek het dan bij een moslim die tenminste vanuit de islam en vanuit zijn expertise jou de juiste gepaste adviezen kan geven. Dus even onderwerp nummer twee. Uh, drie was dus die haramme zaken. Probeer die echt te vermijden, Precies. want dat gaat je echt alleen maar nog meer uh, van, 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 de, uh, van, uh, van het goede resultaat wat je zoekt eigenlijk uh, afhouden. Mm -hmm. Een keer terug naar Allah met oprechtheid. Want wanneer je in zo'n situatie zit, dan moet je juist Allah vragen. Want dan, ben je, dan zit je echt in dat wanhoofdstoestand. En uh, dan is de kans dat je door A echt verhoord wordt. Dus doe er alles aan. Um, en dan specifiek naar de middelen die hier genoemd zijn. Dat zijn er heel veel. Een ongelovige persoon die de aan reciteert. Ja. Jongen, je gelooft er zelf niet in en dan ga je dat als, als hulpmiddel gebruiken. Dat, dat zo, het staat zo haaks op elkaar, weet je, dat is, dat is één. Uh, ten tweede, uh, rok jij doen bij een ongelovige, ik heb het nog nooit van mijn leven gehoord, dat is gewoon het meest vreemde, wat, van als iemand zelf niet gelooft in Allah, dan gaat hij jouw middelen gebruiken die jou dichter bij Allah zouden moeten brengen. Snap je, ik geloof daar zelf niet in. Ik word zo ongeloofwaardig over. Alsof jij gewoon alcohol aan drinken bent... dan zeg je tegen mij, jongen, pas op voor alcohol. Drink nooit alcohol, ja, alcohol precies. is heel slecht voor je. Wacht even, even een stokje nemen, weet je. Ja, het is dan heel, heel vreemd portiel wat die persoon heeft. Heel ja, zo tegenstrijdig eigenlijk, ja. weet je. Um, dan even de, uh, de middelen die hij haar meegaf... Uh, waar dus later zeg maar, ble van bleek dat het niet alleen maar gewoon aanversen waren... maar dat er echt gewoon de naam van Geraldine bij stonden... Dat is zo haak staat dat op de Koran. Hè? Je komt met een geneesmiddel en met de tegenovergestelde. Dan is maar de vraag: waarmee is het geschreven? Ook dat is nog maar de vraag. De, mm. de, de Koran echt maar, waarmee ja, is het ja. geschreven? Ook dat kan heel erg verboden zijn, Dus het voorbeeld dat ik gaf met, met on onreinheden. Um, dan even terug naar het gedeelte waar ze zei van het werd alleen maar erger. Dus toen zij begon met het verbranden, ze had het advies gevolgd van, van die het imam. Eind, Ja. Toen, toen werd het alleen maar het. erger. Het is heel herkenbaar. Dat is heel herkenbaar. Sommige mensen denken dat jij een soort van toverformule hebt. Uh, jij als imam zijn, dus komen daarbij. En dan zegt ze van, ja imam, wat moet ik doen? Dan zeg je, oké, okay, reciteer wat Koran over het water. Reciteer over dit. Uh, luister naar de adhan. Luister naar Koran. Zet het wat vaker, vaker thuis. Probeer het te lezen. En dan na één dag bij ze op zegt ze van, nee, nee, ik kan dit echt niet. Nee, het is hmm. nog erger geworden. Tien keer erger dan wat het was. Ja, ja. dat klopt. Dat doet een gin express Dat doet hij om jouw angst aan te jagen en jou een beeld voor te houden van... zie je, hè, je wilt hier aan beginnen, je wilt naar die imam luisteren... nou, dit krijg je ervoor terug. Ja. weet je Gisteren had je rust, hè, toen je naar de discotheek ging... toen je alcohol ging drinken, toen niet ik aan mijn rust maar nu je naar die imam gaat luisteren, dit is wat je terugkrijgt. Ja. Dit is jouw beloning. En dan wordt het tijd voor de strijd. Mm. Dat is het dat moment. Dat is de strijd die zij heeft gevoerd. Dat Juist het einde, ja. Ja. Ik ben echt zo blij dat bij haar een goede einde... want sommige mensen zitten net voor die goede einde. Ja. En dan kun je in zo'n wanhoops terechtkomen... van waar ben ik aan begonnen? En dan kun je juist depressief worden. Maar alhamdulillah, dat zij heeft doorgezet. En dat zij uiteindelijk toch uh, heeft geluisterd. Uh, heeft, heeft We Te geluisterd naar de imam. Alhamdulillah is een goede persoon ja. getroffen. Een, een, een imam die haar de juiste advies heeft gegeven. Ja. En die, die adviseert wat ze moest doen. En, en dan heeft zij alhamdulillah goed gedaan om te luisteren Alhamdulillah, dan. alhamdulillah. En dan even terug naar de imam, advies die de imam gaf. Van, um, dat ja, hoor je ja. zo vaak, hè, dat mensen zeggen van. Uh, ik ben op vakantie geweest in Marokko of in een ander land. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben een jonge dame van 24. En uh, mijn vriendinnen zijn allemaal al getrouwd. En uh, mijn moeder vindt het een beetje vreemd dat ik nog niet getrouwd ben. Dus ze heeft me meegenomen even naar een imam tijdens onze mm. uh, zomer. Of ik ben al 36. Oh ja klopt, want was op haar vakantie waarschijnlijk bijvoorbeeld. naar Indonesië. Ja, ja, bijvoorbeeld, zo, uh... Dus dan zeggen ze van dochter, je bent nu al 36 hè, of je bent 28. Of ik denk dat ze allemaal getrouwd misschien is er iets met jou. Mm -hmm. Kom, we gaan even naar die imam toe. Dan gaat ze niet naar een imam, maar dan gaat ze naar zo'n soort ja. die zichzelf imam ja. noemt. En dan zegt hij, draag dit met je mee, uh, neem dit met je mee. Uh, dan zeggen de gedeerden of de mensen die zich focussen op Rokje... Want wanneer zo'n persoon tegen je zegt... Uh, verbrand dit... papiertje, weet je... dan moet je het absoluut niet verbranden. Wanneer hij tegen jou zegt van... draag dit juist met je mee... dan moet je het juist wel verbranden. Let um, mm. op, hè. Want, want het moet zeg maar, intact blijven. Dat is zeg maar, om dat uh, te vernietigen... moet je het juist wel verbranden. En wat deze imam had geadviseerd... is zo'n mooi advies... want hij zei, doe het eerst een rokje water. Wat betekent dit? Je vindt thuis, ik heb wel eens een foto gehad van iemand die een foto stuurt van kijk wat ik in huis heb gevonden onder mijn, uh, hoe heet dat, bij de deur, weet je, zo'n... Uh, hoe, oh, hoe heet zo'n ding bij de, bij de deur waar je overheen stapt? Uh, hè? Drempel? drempeltje, nou laten we even drempel ja. noemen. Mensen ja. thuis zullen wel denken van ah, dat heet toch zo, dat weet je <laughs> toch, maar nu kom ik er even yeah, niet op. Yeah, yeah, maar goed, daar of ergens anders, of men was aan het verbouwen... Of men was aan, uh, ik noem maar wat, het interieur aan het vervangen. En op een gegeven moment komen ze echt een vervormeld papiertje tegen of helemaal gevouwen, gevouwen, gevouwen. Maak ze dan open en dan zien ze allemaal gekke tekens. Ja, ja, ik heb het eens gezien, achter ja. onder iemand's kast. Bijvoorbeeld, ja. ja, zoiets. Of met Arabische letters, ja. of, of, of soms echt lijkt het bijna Hebreeuws, weet je, of bepaalde, uh, 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 Symboliek, ding, soms ja... Symboliek van die symbolen. Symbolen ja. bijvoorbeeld, ja. Wat moet je daarmee doen? Ten eerste, iedereen kan dit vernietigen. Iedereen. Hoe doe je dat? Je pakt gewoon een kommetje met water. Je pakt gewoon een kommetje, doe je wat water in. Je reciteert surat al fatiha bijvoorbeeld. Uh, surat al-Ikhlas, Qul Allah Wahad. Surat al-Falaq, Qul A'udhu falaq uh, Surat al-Nas, Qul nas Dit is al meer dan voldoende. En je blaast elke keer met een beetje spuug naar het registreren ervan. Ken je nog eitelijke cursie, Doe dat dan ook bijvoorbeeld. Allahu la illallah En dan pak je dat papiertje en dat leg je in dat water. En dat laat je weken. Totdat die cijfertjes of die letters of die mm -hmm. ayat of wat dan ook uh, echt bijna verdwenen zijn. Mm -hmm. Dan heb je het eigenlijk al vernietigd. En uh, je kunt dat papiertje bijvoorbeeld eruit halen, laten drogen... en dat verbrand je dan bijvoorbeeld. En dat water gooi je dan niet uit de raam naar buiten... maar dat gooi je bijvoorbeeld op een plekje waar niet, niemand overheen loopt. Dus in de bosjes bijvoorbeeld. Ja, Weet precies, je? Iedereen ja. heeft wel een stukje bosjes naast zijn huis of zo. Ja. Gooi je daar bijvoorbeeld in. En dan is het vernietigd in uh -huh. Want er zijn gevallen, ik heb het echt met mijn eigen ogen gezien... ik heb het meegemaakt tijdens Rokje... dat een soms zegt van oké, okay, klaar, ik wil eruit. Ja. Want wat gebeurt er eigenlijk bij Rokje... Bij Rokje begin je bijvoorbeeld de Koran te reciteren en in één keer begint iemand te schreeuwen mm -hmm. en allerlei geluiden te maken, et cetera. Soms begint een djinn te praten. En uh, ook hier is het over onder geleerden. Sommigen zeggen: mag je terugpraten, ja of nee? Uh, de ene zeggen van ja, om hem echt gewoon angst aan te zaaien en te zeggen: je moet Toba verrichten, je moet terugkeren naar Allahs Maand, je moet deze persoon het rust laten. Anderen zeggen: geen contact meer hebben. Uh, gewoon reciteren, reciteren tot je de djinn verbrandt. Goed. Want de Koran-recitatie verbrandt de djinn. Ja, verbrandt de djinn. Dus je hebt altijd drie opties. Je hebt drie opties. Optie één is dat een djinn het moeilijk krijgt... en denkt van, wow, waar ben ik aan begonnen? Weet je, er is, uh, uh, de persoon zelf begint echt intensief rokkia bezig zelf te doen. Of die heeft een rakje weggehaald die intensief rokkia doet. Ik heb hier niks te zoeken. Ik ga liever naar een ander lichaam, weet je, die zichzelf niet beschermt. Yes. En die gaat eruit. In één keer valt die persoon neer en komt weer bij bewustzijn. Kijk kijkt je aan zo. Kijkt naar haar man bijvoorbeeld... En uh, vraag, daar kun je nog wat herinneren. Nee, ik kan me echt niks meer herinneren. Mm -hmm. Ja, wie ben ik? Ja, jij bent mijn man. Oké. Okay. Uh, wat vind je van mij? Ja, ik hou van jou. Je bent mijn man en zo. Dus, oh, alles is gewoon voorbij. Dus, die haat en alles is wow. verdwenen. Wow. Dit is optie 1. Dus, een gin gaat uit het lichaam. Ja. Uh, vlucht uit het lichaam. Precies. Optie 2. Is dat een gym begint te praten en op een gegeven moment vindt er een, 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 een discussie plaats. Tussen die raad en die zegt: van... Weet je, vrees Allah, wa je bent een schepsel, jonge KJ. Men je voorop gaan staan. Uh -huh. Je gaat verantwoording afleggen. Je zult branden in het hele vuur als je geen toba verricht. En die zegt in één keer: van... Oké, okay, oké, okay, klaar, klaar. Ik, ik zal nu toba verrichten. Ik wil moslim worden. Stap 1 is dat hij zegt: Ik wil moslim worden. Ja. Omdat hij ongelovig was. Ja. Heb ik wel eens meegemaakt dat iemand zegt: Ik wil moslim worden. Is die ook bekeerd door de islam? En dan ga je naar optie 2 en zegt: Ga hem nog steeds is Allah s.w.t. woedend over, jou, over jouw daden en wat je doet. En hij begint weer te huilen, waarom dan? Ik ben toch net moslim geworden? Nee, je bevindt je in een lichaam waar je niet in mag zitten. Mm -hmm. Je bevindt je in het lichaam van een mens. En daarvoor ben je niet geschapen. Vrees Allah Als je zo komt te sterven, kom je in het helle vuur. kom je angst aanjagen. Wat mm -hmm. doet dan zo'n raakie? Zo want hij zegt. Oké, okay, ik wil nu Toba verrichten. Ik ga nu uit het lichaam. En ja. op een gegeven moment zie je echt dat die hand begint te shaken. Oh, dat heb ik iets gezien. Het lijkt het alsof het stuk. Het lijkt bijna als ja. kijker. Dat hij dat, dat er en zo lichaamsdeel ja, gaat ja, of zo. Als je dit tegen een, een, een ongelooflijk dat ding van, wat zijn die mensen aan het bespreken? Gaat het wel goed ze? Wat ja. hebben we gedronken vandaag? Weet je? Nee. je de podcast? Maar wallahi, dit kun je gewoon met je Maar je, je eigen... ziet dit met... je ziet dit, je ziet verschillende casussen. Ja. Ja. Het is niet alsof mensen hebben ingestudeerd van oh ik weet hoe eruit ziet dat hoe een zin uit het lichaam nee. gaat, maar ze doen wel hetzelfde. Ja. Ja, het is echt, je ziet bijvoorbeeld dat iemand echt in één keer begint zijn rechterhand helemaal te shaken. En op een gegeven moment gaat hij eruit en valt die persoon neer en zegt hij en helemaal aan zweten. Wat is er gebeurd? Ja, soms vraagt die persoon, kun je alles herinneren? En zegt hij, ja, ik kan me alles nog herinneren. Wow. Maar waarom had je niks gezegd? Zegt hij, ik had geen controle over mezelf. Ja. Hij had controle over mij, weet je. Dit is situatie ja. twee. Ja. Situatie drie is dat hij zo ongelovig is. Die zegt van, ik ga hier nooit uit, ik word ook nooit moslim, ik blijf lekker hier waar ik ben en doe maar wat je wilt. En dan ga je net zo lang door met Rogia ja, tot je hem verbrandt. Ja. Tot die persoon in één keer wat neervalt. En op een gegeven moment komt hij weer bij. Zeg je: Hoe voel je je? Ja, normaal. Ik ben uitgeput. Um, herken je mij? Weet je wie ik ben? Weet je wie dit is? Weet je wie dit? Ja, En, en op een gegeven moment is de persoon helemaal de oude. Mm -hmm. Het zijn drie situaties. Uh, soms kan het ja. best wel lang duren, ja. en soms kan het heel kort duren. Maar dit is niet om mensen af te schrikken. Dit is gewoon om mensen een goed beeld te geven... van dit is gewoon de harde werkelijkheid. Ja. Weet je, we hebben te maken met een maatschappij... waarin je goede mensen hebt, slechte mensen hebt... je mensen met, met verslavingen. We gaan er niet omheen draaien. We kunnen niet zeggen, praat niet over verslavingen. Praat niet over criminaliteit. Praat, nee, dit zijn allemaal maatschappelijke problemen. En dit is één van die problemen. We kunnen wel ontkennen, maar weet je wat er dan gebeurt? Hm. Iemand wordt opgenomen, gedwongen opgenomen. Ook dat gebeurt heel vaak. Ze hele leven lang medicatie en artsen zeggen: Van we weten absoluut geen raad hiermee. Ja, we weten niet welke label we hem moeten geven. Soms krijgt hij een label, soms krijgt hij geen label, terwijl hij weet dat het totaal iets anders is. Wow. En er zijn echt waar, ik heb dit ook meegemaakt van dichtbij. Er zijn bepaalde deskundigen die gewoon echt zeggen: Van meneer of mevrouw, als u uw zoon even mee kunt nemen naar Marokko voor een paar weken. Dan ja. denk ik dat dat beter voor u is, want we, we weten, ondanks dat hij niet, niet tegen jou gaat zeggen, ik geloof in Jim, ik ja, geloof in Jim, maar we hebben mensen gezien die op een, in een betere toestand terug zijn gekomen. Ja. En dan houden ze hem nog even in de gaten, en zijn dossier wordt niet afgesloten, en dan komt hij maanden later terug, nou, dat hij rocky heeft gehad, et cetera. En dan gaat het in één keer goed met de persoon. En een ander zit nog steeds daarin, maar dat verschilt van, van, van persoon tot persoon, en de inzet en tijd en uh, het intensieve programma wat ze hebben aangehouden. Hebben veel zware topics aangetikt. Ik, heb, uh, ik schrik wel van, uh, van, ook van de verhalen van de mensen, verhalen die je ook je hebt gedeeld. Het, zijn, het is sowieso een heel zwaar onderwerp en het is ook, uh, ik schrik ook van dat uh, we, ja, dus de, de consequentie van doen van zich is zelf belanden in ongeloof. ongeloof. Maar... Echt, echt vreselijk dat mensen naar nou, wat voor reden ook jaloezie, ja. afgunst, ik weet het niet, dat ze toch denken dat het waard is om, ja. om dat te doen. Dat vind ik wel bizar eigenlijk. Weet ja. je nog sterker zelfs? Hè? Het gaat zo ver dat het leren van zich is verboden mm -hmm. en wordt uh, gezien ook door de vier imams als zeg maar, door de, de, mm -hmm. de, de, de grootste gedeelte van de geleerden wordt gezien als, als ongeloof. Het leren van zéker het leren van zicher ja, kan ook leren, ongeloof zijn. Het leren van, als, 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 uh, van siher wordt als ongeloof gezien. Wow. Dus het is uh, 100% haram. Ja, 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 ja. Alle islamitische ja. geleerden zijn over hetgeen wat ik nu ga benoemen... zijn ze het voor duizend procent eens dat het haram is, op ja. z'n allen minst. En, en dan heb je de meest sterke mening dat ze zeggen van... Het leren van seher is ongeloof. Dat kun je uit dezelfde eieren halen in Surat al-Baqarah. Mm -hmm. uh, 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 waarin wordt gesproken over de tijd van Sulaiman alaihissalam en Harut en Marut. De Engelen die is gezonder zijn met seher. Ja, zij zeiden van Inna fitnatum fala takfur. Wij zijn een beproefing van de mensen. Wees niet ongelovig. Dus ze hebben daaruit kunnen halen van: oké, okay, dus dit is gewoon een vorm van ongeloof. Wat? Het leren van seher... Het onderwijzen van seher... Het toepassen van zich, En dan zeggen sommige reden nog, uh, het, um, het aanvaarden van sigher mm -hmm. is ook een voorstander. Uh, dat jij het accepteert, dat je zich accepteert. Oh. Dus als, dus, dus, als, als, als dus iemand het... naar een tovenaar toe gaat, ja. wat doet hij dan eigenlijk? Zihar. Is hij tegen sigher of voor zich, ja. Hij is een voorstander van. Ja, hij staat erachter ja. Hij, ook al heeft hij de dus zich niet uitgevoerd, jij bent op dat moment van, met daden bezig van ongeloof. Mm -hmm. Accepteer dat nooit. Waarschuw je vader, waarschuw je moeder, waarschuw je zus. Iedereen waarvan je hoort: van die gaan naar zo'n mannetje toe. Waarschuw ze. Echt gewoon schreeuw het uit van mijn part. Natuurlijk probeer je alles op een hele nette manier uh, uh, te, te bespreken. Maar dit zijn, de gevolgen zijn zo groot gewoon. Sprake. Het lijkt me goed om. Uh... Op, uh, op dit punt af te ronden. Heb je nog uh, een uh, belangrijke noot dat je wilt dat mensen nog willen weten? Ja, uh, weten? als afsluiting, kijk, nu we een beetje in hebben gezien van hoe gevaarlijk zeggen mm -hmm. eigenlijk is, gevolgen van zeggen, soorten zeggen, et cetera, denk ik dat het echt gewoon belangrijk is om af te sluiten maar van hoe kun je jezelf beschermen tegen zeggen. Ja. Het is al een paar keer benoemd, maar ik denk dat het echt het belangrijkste is om mee af te sluiten. Want. Nogmaals, sommige mensen, als ze hiermee bezig zijn of als iemand naar zo'n podcast kijkt, zit misschien aan zijn buis gekluisterd. Oh, ik ga nooit meer naar een etentje toe, ik ga ja, nooit meer ja, naar een feestje ja. toe, ik ja. ga nooit meer naar dit en dat toe, want ze kunnen zich er bij mij doen. Ik ga nooit meer iets accepteren wat ik van een ander krijg, wat ik moet eten. Mogelijk zit zich er in, ik ga nooit meer op vakantie, want ze kunnen zich er bij mij doen. Zihar, zihar, zihar. Kijk, wij geloven in zich, geloven dat het bestaat, maar geloven ook dat Allah het beschermen is. En dat hij ons daartegen kan beschermen. Want als je uh -huh. kijkt naar de ayat van Sihr, elke keer wordt er gezegd... illa bi Behalve als Allah er ermee instemt. Dat hij dat voorbepaald heeft. Dat iemand bij jou zeggen kan doen. Dus eigenlijk dien jij... en niet eigenlijk... jij dient jouw toevlucht te zoeken... alleen bij Allah taala. Uh -huh. Hoe doe je dat? Leer jezelf en leer jouw kinderen... jouw naasten, jouw familieleden... om elke ochtend en avond... Uh, bepaalde suwa te reciteren. Ayat Kursi bijvoorbeeld. Zorg ervoor dat je die uit je hoofd leert. Je hebt genoeg appjes. Luister het in de auto totdat je met je hoofd leert. Dat wordt jouw bescherming. Niet een handje van Fatima. Niet een oogje. Niet mm -hmm. een, een, een tovenaar die gaat bezoeken. Elke ochtend. Als je wakker wordt. Je hebt gebeden. Reciteer uh, ayat Kursi. In de avond. Met in de avond bedoel ik van het liefst het begin van de avond. Tussen Asr en tussen Maghrib. Reciteer ayat Kursi. Niets kan jou nog schaden. Als je dat reciteert. Hetzelfde geldt voor drie keer soorten ichlaas. Drie keer de ochtend. Drie keer soorten falak. Drie keer soorten falak. Elke ochtend drie keer. Dus drie keer, drie keer, drie keer. En leer dat ook je kinderen. Ga je de deur uit? Ga je de deur uit? Dan is er een dua. Zo'n makkelijke dua met zulke grote gevolgen. Ongelooflijk. Ik, ik kan me niet begrijpen, ik kan me niet uh, uh, inbeelden dat iemand zoiets hoort. En dat niet gaat toepassen. Het is zo'n grote uh, uh, bescherming. door zo weinig uh, inspanning. En dat is dat de profeet eigenlijk ons alle heeft geleerd. als we de deur uitgaan. stap je met je linkerbeen naar buiten. en dan zeg je: Bismillah, tawakkeltu al-Allah. la hawla, wa la quwata illa billah. Bismillah, in de naam van Allah. tawakkeltu al-Allah. Ik reken op Allah. la hawla, er is geen kracht. noch uh, uh, macht. behalve die van. Allah wa In de dua of in de overlevering wordt overgeleverd dat er een stem uit de hemel roept van hudita. Je zult geleid worden. Hudita wa wukita. Je zult beschermd worden. Mm -hmm. uh, hudita wa wa kufita. En mm -hmm. je bent voldoende. Mm -hmm. Je bent voldoende. Dat is één. En de ene shaitaan zal tegen de ander zeggen: Kun jij nog in zijn buurt komen? Mm. Weet je, op zo'n manier van: Weet je, klaar, deze persoon is gewoon helemaal beschermd. beschermd ja. Klaar. Wat hoef je te zeggen? Alleen maar: Bismillah, tawakkeltu, Allah, la hawla, wa quwwata illa. That's it zit. Met, met links naar buiten. Met, ja, link, sunnah is zeg maar als je huis binnen gaat, als je met rechts naar binnen stapt. Met, met links met rechts naar buiten. Naar buiten. Ja. Maar het staat even los van deze du'a. Precies, dus de dua, ja. du'a, daar gaat het om. Ja, ja. Ik, Probeer mijn kinderen elke keer te vragen, oké, okay, wat zeg je als je naar buiten gaat? Gewoon erin prenten. We hebben allemaal ja, hebben ja. herhaling nodig. Wij als ja, ouderen precies. hebben herhaling ja, nodig. Ja. Dat zijn kinderen. Elke oh. keer, ja ik hebben, wat zeg je dan? Oké, okay, weet je, en leer ze dat, leer ze dat, herhaal dat, herhaal dat, herhaal dat, herhaal ja. dat totdat het een standaard uh, ding is. Wordt. Dat iemand elke keer beseft van dit is mijn bescherming. Nu kan ik naar een bruiloft gaan, ik kan naar mijn werk gaan, ik kan naar mijn studie gaan, ik kan naar boodschappen gaan doen, zonder dat ik me druk maak om zeg Hetzelfde geldt voor in de ochtend en avond dat je de du'a zegt bijvoorbeeld Bismillah, uh, uh, Bismillah al-Ladhi la yadurru ma'as min shay'un -um fil ardi wa la fissama'i wa alim Dit is iets langer, maar echt de moeite waard. Schrijf het op een papiertje, mm -hmm. elke keer en lees je het één keer voor, twee keer voor, na een week ken je met uit je hoofd. Ook hierin uh, zoek je je toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala met zijn verheven namen en eigenschappen uh, om jou te beschermen tegen al het slechte. Mm -hmm. Al het slechte is al het slechte, van de mensen, van de djinn, van alles. Um, bijvoorbeeld dat je zegt. Mm -hmm. uh, dat je de du'a uitspreekt van. Uh, uh, ik zoek mijn toevlucht bij Allah en zijn woorden. Tegen al hetgene wat hij geschapen uh, heeft aan, aan slechten. Dit zijn hele makkelijke manieren om jezelf te beschermen. Koop een, 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 uh, je hebt ook de ochtend- en avondgedenking. De, deze, wat ik net heb besproken, valt daar eigenlijk onder. Uh, Koop een doa-boekje yep. en ga yep. naar de bladzijde met ochtend- en avondgedenken. Uh -huh. In het begin hou dat boekje erbij. Dat boekje is meer dan 1000 euro waard, meer dan 10.000 euro waard, meer dan 100.000 euro waard, meer dan 10 miljoen euro waard. Wat je daaruit kunt leren, is een complete bescherming van jezelf. Je maakt je band sterker met Allah Taala. Tegelijkertijd ben je heel bewust bezig met het uitspreken van adhiyyaa. En je ervaart innerlijke rust. En dit zegt ook Allah subhanahu wa ta'ala in qulub". Qur'an. Ala bi tatma al He, voorwaar, door middel van het gedenken van Allah komen de harten tot rust. Die depressies wat we net hebben gehoord. Die angst voor siher. Uh, bang voor, voor, voor boze oog. Uh, uh, altijd uitgaan van het negatieve. Iedereen is heel slecht. Iedereen wil eens uit op mijn leven kapot maken. Iedereen, iedereen, iedereen. Stop daarmee. Maak jezelf niet ziek. Mm. Echt waar als je zo negatief bent ingesteld, dan word je gewoon helemaal ziek. Je vertrouwt niemand meer. Je kunt je kinderen nergens meer naartoe laten gaan. Nee, doe het op een islamitische manier. Spreek deze adiya uit mm -hmm. en laat het over aan Allah behandelen. maak je niet meer druk om de schepselen. Als afsluiting: één uh, overlevering van de profeet Sallallahu, waarin hij zegt van. jinnu. Mm -hmm. Als de gehele schepping van de mensheid. En de gehele schepping van de djinn. We praten nu niet meer over een land, over een mm -hmm. natie. Over, we praten over de gehele schepping, dus niet over de hele wereld. Als de hele wereld nu samenkomt tegen jou mm -hmm. of tegen mij, dan ja, laat alleen maar het land samenkomen. Of een hele stad tegen jou, dan voel je jezelf machteloos. Hij praat nu niet over een hele, de hele mensheid die nu op aarde rondloopt. Hij praat over de gehele mensheid van Adam a .a tot de laatste mens. Als die helemaal samenkomt. En de gehele schepping vanaf de eerste djinn tot de laatste. Om jou kwaad te berokkenen. Kunnen ze jou geen kwaad berokkenen. Behalve als Allah a.s.w. dat bepaald heeft. En hij zegt het tegenovergestelde. illa Ket En als ze allemaal samenkomen, met jouw werkgever en staatshoofden en wat dan ook, mm -hmm. iedereen komt samen om jou van baat te zijn, kunnen ze jou niet van baat zijn, behalve als Allah dat heeft genoteerd. Als je hierbij stilstaat, is er dan nog iemand anders dan Allah bij wie jij je toevlucht moet zoeken? Ja, absoluut niet. Absoluut niet. Dus wees hier bewust van, stel al je vertrouwen in Allah. En leer dit jouw kinderen en jouw naasten. We hebben geen andere... Wat voor belangrijke andere taak mm -hmm. is er... dan deze taak te volbrengen... Vo en onze familieleden hiervan op de hoogte te stellen. Het doet zo'n pijn om te zien... hoeveel depressie er onder de moslims is mm -hmm. vandaag de dag. Kijk, onder niet-moslims begrijp ik soms wel... want die hebben, bijna, die hebben geen band met hun schepper... en dan is die leegte heel groot... en dan ga je van alles proberen... en dan met alle gevolgen van die. Maar onder de moslims, die weten wie hun schepper is. Die weten wat het belang is van de vijf gebeden... Het houden aan de regels van Allah SWT. Dat die regels gemaakt zijn om jou en mij te beschermen. En ons allemaal te beschermen. In het wereldse en in het hiernaam Dat is zo pijnlijk. Om dan te zien hoeveel depressies zijn. Hoeveel mensen er met twijfels rondlopen. Hoeveel mensen die op zoek zijn naar een psycholoog een psychiater. Of wat dan ook. Dan denk je bij jezelf. Jongen, de oplossing is duidelijk. En daarover zegt Allah SWT. En hiermee sluit ik af. Hij zegt in Surah Taha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً en wie zich afwendt van mijn gedenking, voor hem is er een benauwd leven. Dus ieder van ons kiest zelf wat hij wilt. Wil je innerlijke rust? Mm. Of wil je een benauwd leven uh, opzoeken? Dat is mijn uh, afsluiting. Stel de geloof ik. Het was oprecht een hele leerzame podcast. Ik heb er echt, uh, echt van genoten. Ik, ben, uh, ik waardeer heel erg de. Ervaringen en um, ervaringen die je hebt meegenomen oh, vanuit, je eigen, vanuit je eigen levenservaring, en um, ik hoop op een uh, snelle podcast om je weer te zien. Inchal, in shallah, dus zal ik lachen? ik vraag uh, de kijkers om uh, in de podcast uh, te delen met zoveel mogelijk mensen. Want er zit op absoluut heel veel waardevolle kennis in. deze podcast ah, er wordt de... heel veel zaken verduidelijkt, die, uh, die waar de mensen dus op, niet op de hoogte zijn. Um, het, zal ook zijn, het, zal, het is ook meteen hoe noem je dat een kennis hoe noemen um, ze dat do, doorlopende beloning. Ja, een salāqājīri een, <totstuk> een doorlopende. Precies. Sadaq, ja. Dat zal meteen ook een salāqājīri zijn voor jou op het moment dat jij die kennis deelt. Ook voor degene die hem deelt. Exact. Ja, de profeet zal ze zeggen: delo en gierik die Precies die die tijd. of het goede die is alsof uh, hij, hij de verrichter van. Exactly. Dus, dus ja. Um, ja, ik zou zeggen: iedereen deel hem, like de podcast en uh, salam alaikum. Ja, ik salam alaikum.